Faka iedereen, welkom bij de naam de voetbalshow van Koelkast Sport. Ik ben uw host Brice Waes-De Warte. Vandaag ben ik met drie mede-hosts. De eerste die ik ga aankondigen is Gilles. Jij bent er een lange tijd weer niet bij geweest. Ja, nee, ik ben een match. Je, je bent bezig. weer op, op stap geweest bij de nationale ploeg? Ik heb uh, veel dingen gedaan. Ik <laughs> ben hier vandaag met uh, Wassim. Ik kwam binnen met uh, mijn koffietjes in hand. Dus als er iemand is, met een koffie, uh, winkel, maakt niet uit wat. dan Koffiebar, mag je. koffie. Alles van koffie. Mensen sturen hem via Vinted voor koffie. MDR. Ja, ik was broer. <laughs> en ik ben hier vandaag met uh, een shameless Arsenal fan, Andy Kisemme. Die vandaag een shirt heeft van, van Manchester United. Voordat we beginnen. Uh, Andy, waarom heb je een shirt aan van uh, Manchester United? Het is een mooie club. Ja? ja ik hou van, het comfortabel. Jij bent trots wanneer een andere club voor u een wedstrijd moet winnen. Dat is wat jij tegen mij zegt nu. Ik heb niks tegen je gezegd, dus dat is uw interpretatie van ah, wat, wat ik doe. Ah, je was toch laat op Twitter? Oh, maar Becky shit nu? Oh, Becky shit nu toch? Nee. Kijk, volgens programma's. Voor, het programma. voor alle fans vandaag die mij sturen, Premier League fans dan. Uh, Arsenal-fans, City-fans, Liverpool-fans. Nee, City-fans mogen wij sturen, maar die bestaan niet. Liverpool-fans en zo. Heb een beetje, uh, be beetje zelfrespect voor jezelf. Als uw ploeg tegen mijn ploeg speelt en wij klappen jullie, dan zijn jullie ineens niet nergens te vinden. Maar dan een andere club moet winnen voor jullie, dan zijn jullie actief. Net zoals deze guy. Want toen wij wij Clooney opnemen, ik heb hem gevraagd: om op de zetel zitten. Hij niet komen met Taki. Vandaag zit hij wint, hij had het shirt aan van Manchester. Hij had het ineens toedoen. Nee, man, dat is niet jouw zegen, man. Dat is niet jouw zegen. Hij mijn praten, hij mij praten. 9 points clear, nigga. 9 points. Op, Allee, op, kom op de show. <laughs> op wie? <laughs> op jullie. Allee. MVP. Ah, dus je komt niet alleen bij ons, niet andere ploegen. Dus alleen bij oh, ons. Oh, oké. Okay. Was je MVP? Nee, man. Nou, was jullie weekend? Boy, zie ja. ja, ja kijk, jij bent niet host. Shhh. Shh. Jill, dat is niet belangrijk. Nee, ik ga mij jou eindigen. Was je was jouw weekend? Mm, was mijn weekend? E eigenlijk, mijn, mijn week was eigenlijk heel goed, man. Allee, eigenlijk niet mijn weekend, dus ik ga, ik ga een beetje spreken over, over mijn week. Eh, ik ben dinsdag, uh, heb ik Neymar, uh, dus ik heb Brazilië live gezien, man. Ah, ja, ik heb uh, met Tunesië toch? Ja, maar, hebt ja we hebben 5-1 pakjes gekregen. We hebben verloren, maar. 5-1. 5-1, maar dat was, dat was, dat was wel echt, echt, echt een gekke ervaring om, om, uh, om Brazilië live te zien, om, om, om daar in PSG ook te zijn. En dat samen was echt prachtig om daar, uh, daar aanwezig te zijn. Uh, en dan mijn weekend, ja. Wacht, Ja, zaterdag, gisteren had ik een. Uh, had ik een uh, verloving van een vriend van mij. Mm -hmm. Dat was zo leuk en vandaag heb ik moeten werken. En uh, dan ben ik hier. naar jou, ja, man. En je hebt uh, PS5 blijkbaar. Ja, lang. Ah, kus niet, man. Maar ja, blijf, man. man. Dat Dat Andy, hoe was jouw weekend? Um, mijn weekend was heel slecht begonnen eigenlijk. Oei, vrijdag op avontuur met team. Kapot leggen. Nee, dat is eigenlijk niet lachen. Hè? Huh? Huh? Ja man. Ben jij met team? Huh? <laughs> the fuck? <What? laughs> Hoe is deze link opgebouwd? Nee, dus um, wow. met team moesten we eigenlijk van alles opnemen. Eigenlijk is alles gewoon naar de klote gaan, want veel mensen hebben je... alle heb gecanceld. Jij was te laat. Ah, iedereen heeft gecanceld? Ja? Wat jullie moeten doen? Ah, oh, wow, ja, ja. ik ben blij dat ik niet dan ben gekomen. Maar het ding is, ik moest eigenlijk met team eigenlijk hier naar de studio komen om uh, stoelen te halen. jij was te laat. Was het dus, de tijd? Was het niet te laat? Was het niet op tijd? Was op tijd? Oh, ja, je bent twee keer in rekenen rekenen op je tijd? niet op tijd? Waarom kan je nu op tijd komen bij ons dan? Dus... <laughs> Déjà, Poppy, dit is de laatste keer dat ik jullie neem. <laughs> ik neem een Poppy-wagen. Tim <laughs> heeft al biedt heeft met Poppy. Ja, <laughs> maar ik kan niet zeggen. Tim huh? <laughs> heeft al biedt met Poppy. Denk het, Dus, ik neem een Poppy-wagen. Ja. ja je een of november de Golf je Chépin. Ja. Broer, Je weet wat jij moet doen. Rem, pam. Dat ja. gaat niet. Dus ik, ik denk van, oh joh, ik ben een BTP, maar ik kan geen auto starten. Nee. <laughs> ik vraag, ja, Lina was daar. Lina doet ook, dat gaat niet. Ik zeg: van, kijk, kijk over grapjes. Dus dat zijn, denk ik, zeven minuten verder gaan stappen voor een andere wagen. Oké, okay, saf. Dat was OCA of zo. Ik bied ze we gaan rustig naar school. Ah Poppy die die man ja, die ab. Ja. guy was. Hey. Die guy die man die man. Nee nee die waggy ah, ja, ja. okay, die waggy ja. shit. Maar nu? Oké sta Je Poppy man ze hebben me vakje gered man. Oh, onderweg? Die auto is zo. Heel de hele tijd. Wie was er aan het rijden? Ik. Kunt jij rijden? Vraag aan Tim. Deze man heeft al een rijbewijs. Kijk 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 kijk. Nu, nee, het ding is. Andy had het eerste Belgisch rijbewijs <laughs> Nu, nee, het ding is. Toen moest je gewoon inschrijven. <laughs> Ik krijg, krijg, krijg dat gratis. Ik krijg dat graag. Ik krijg Seat, Ja, G, kom zo, zo aan, die, aan die lichten hier aan Bergen, waar jij zo net rechts moet draaien. Uh -huh. Bro, auto valt stil. Omdat jij niet kon starten? N nee, auto start gewoon niet meer. Geen tank, niks. Er stond geen tank, Er stond 20 kilometer. Van waar bent je gekomen? Pers van Noord. Hmm. Wacht. Dat is geen, nee, bro. Dat is geen 20. Dat, dat is geen 20. Ben Zij, je vertrokken van Parijs Ja, Maar, Noord. Ja. maar 20, 20 kilometer. Erco, al die dingen. Nee, dan. niet. Plus, plus. Wie, wie, waar, wacht, wacht. Wie ziet er 20 kilometer op staan en denkt niet ik ga eerst tanken? Hey, de prijzen van diesel tegenwoordig <laughs> door Putin? <laughs> maar 20, broer. Ah, broer. Moe, maak, maak je zo 20, ja. 20, dat is heen en weer direct. Je bent er blijft nog 5 volgende hey, Veel geluk. Ah, bro, valt stil. We besef Tim, hij was zich zo van Pieter. Ik ga ook naar hem. Ik zeg: Tim, we hebben geen kus, man. Tim uit de auto, hij duurt de auto. <laughs> de team heeft de auto geduwd. Ik heb al geduwd. Wauw. En niet met één knie. Haha, ik maak die joke zelf. Bro, kun jij dit doen, Brian, Luis? Stop, stop, stop. <laughs> en dan, uh, bro, voila, alles was even geblazen. Niks zien. Kun jij zo'n dag waar elk gewoon. Maar ik, Mag ik heel eerlijk zijn. Ja, dus als, jij... ik, als ik op YouTube morgenochtend klik op Namloos voetbalshow, ik skip dit hele stuk. Dat is goed. <laughs> <Stop it. laughs> Tot in de tafel zitten. <laughs> Dat is gewoon skipstuk. Bye. Maar voor de rest, uh, wou, rustig. Je hebt Tim de auto laten duwen. Schaam je je niet? <laughs> nee. Sorry. Jij bent, jij bent jonger. Ja. Fitter dan hem. Fitter. <laughs> yep. Nee, je bent niet jonger. Sorry. Ja, jonger. Ja, in feite Tim is jonger. Hij moet dat. Ja. Ah, we ah, gaan ja. we... alleen Hoe was, dus was Jouw weekend, komen. Brian. Ah, slecht man. Uh, man. Uh, wat ja, kan hij doen? Ja, ik kan inderdaad niks doen. Um, ja, man, gewoon slecht man. Ik heb niet veel kunnen doen. Ja, man, ik kan echt niks zeggen, man. wat was jouw weekend, man. Zie je dit bandje? Waar is dat ziekenhuis? Jokes. <laughs> Zo was mijn weekend. Je bent Als de opname uitkomt, ben je op dinsdag jarig. Dus voor alle kijkers, zet in de comments een gelukkig verjaardag, We gaan al die meme zoeken waar je vorig jaar die ding wel open. Ah ja, ik heb dat moeten meenemen eigenlijk. Ik heb dat nog eens moeten doen. Dat grappig geweest. Boys, voordat we dus... Nee, we maken nu de transitie naar MVP's van dit weekend. Wassim, wie is jouw MVP van dit weekend? Leandro Torsar. Waarom? Dat speel voor zich, denk ik. Trick Iro. Drie doelpunten tegen Ja, man. E, tegen Liverpool, ik, had, ik, had, allee, ik denk dat niemand dat zich aankomen. Dat... Ik denk dat niemand het sowieso al zag aankomen dat Brighton met een nieuwe coach, dat waarschijnlijk ja, een soort van aanpassingsperiode zou nodig hebben, dat ze wel gelijk dat is tegen Liverpool, snapte mm. uh, zo, zo goed spelen, want zij hebben goed ze hebben echt goed gespeeld. Ze hebben echt goed gespeeld vooral de eerste helft. De tweede helft was, was een beetje Liverpool die terugkwam met Firmino, maar ze allebei alle drie. Gemaakt echt super mooie goals. Ik weet niet of jullie ze hebben gezien. Ja, ik heb het, het doorgezien. Wat waren gezien. echt 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 mooie goals. Dat was mooi uitgespeeld. Die, die tweede. Ja. Weet je wat het eerste was aan, aan die goals? Want uh, we gaan het zo gaan een hebben over Klopp in zijn interview. Ja. Uh, ja maar, mag maar nu ineens aanhalen. Ja, kloppen die dus gaf dus een interview uh, van ongeveer een viertal minuten in zijn in zijn pre-match-conferentie waar hij uitlegde dat. Dat Trent inderdaad waarschijnlijk... Hij heeft het niet gezegd, maar hij weet dat Trent verdedigend niet de, de beste back is. Ook niet van de vier van Engeland ja. die er zijn. Maar hij weet wel, in balbezit is dat waarschijnlijk wel de betere van de vier. Hij heeft die crossbal, hij heeft stilstaande fases, is hij de nummer één. Dus hij is een goede voetballer, dat wel. Maar hij gaf ook een interview in uh, waarin hij zei van uh, ik verwacht ook dat wij hoog druk gaan zetten, dus er is veel ruimte in de rug uh, die te exploiteren valt door de tegenstander. En ik vond dat een bizar interview, want enerzijds had ik zoiets van... Misschien is het eerder de moment om de focus niet op hem te leggen of die te verleggen dan nu de focus op hem te leggen. Zeker als je weet dat je tegen iemand speelt. Leandro Trossard en Brighton zijn momenteel in de beste vorm dat ze in maanden ja. zijn geweest. Ook al hebben ze een nieuwe coach. En zeker omdat na zeven minuten, ja, hij keert trend binnenste buiten en hij scoort direct. En hij scoort een hat-trick. En ja, mensen gaan zeggen: van, dat is zijn man constant, die heeft gescoord. Ook al kwam hij iets meer vaker naar binnen dan dat hij ja. rechtstreeks tegen trend stond. Maar het is, ja. Het is moeilijk voor Trent, denk ik, op dit moment. Want verdedigend wordt hij exposed. Want Mitrovic heeft het in de eerste match gedaan. Uh, in de tweede wedstrijd was het. Uh, Crystal nee, ja. het. Saha en Eze die uh, ook vaak over de linkerflank kwamen. En dat is nu een beetje waar dat klop naar moet kijken. Zeker omdat er geen tweede rechtsbak in de rangorde is. Ze hebben op elke positie wel iemand die kan als doublure kan, kan functioneren. Maar nu is het uh, of Tip of Gomez die, die dan naar rechts zou moeten schuiven. En dat is voor Trent een heel moeilijke, want je bent er weer niet bij bij Engeland, waar heel veel bizarre keuzes gemaakt worden <laughs> rond de selectie, maar daar zullen we het nog wel over hebben. Ja. En ja, hij gaat, het is een moeilijke periode voor hem, dus ik ben benieuwd hoe dat hij daar, daar gaat uitkomen en of dat hij gaat verbeteren defensief ook voor hem. Ik, ik apprecieer wel wat dat klopt deed uiteindelijk, want je komt op voor je speler en je geeft informatie waar heel veel we gaan zeggen, normale kijkers niet op gaan letten. Ja. Dus nu is dat iets van. De volgende wedstrijden, als je die interview in je hoofd hebt, ga je wel kijken van, oké, okay, hij moet inderdaad heel hoog druk zetten, dus hij gaat heel veel ruimtes openlaten. Alleen, wat hij doet, is hij verbergt wel. Hij praat niet over, ja, maar heel veel kritiek naar train toe is. Eén op één is hij ook gewoon niet sterk. Mm -hmm. En daar praat hij niet over. En hij zet, inderdaad, hij zit van, ja, hij is goed aan de bal. Dan zit hij zet dan gewoon het centraal middenveld, als hij dan toch zo goed is. Want hij is een middenvelder van opleiding, heeft dan op twee moeten gaan spelen om te gaan depaneren, drie, vier jaar geleden. Heeft dat heel goed gedaan, maar nu kan je hem ook gewoon terug naar dat middenveld brengen, en daar, want daar heb je ook heel veel problemen mee. En dan vind ik het een beetje jammer van... Wat ga je Ik apprecieer dat sowieso, maar... Zoals je zegt, je legt iets te veel focus op Trent. Eigenlijk zei ja, hem... Ontwijs, is, ja, je ja, moet hem beschermen, maar het is te vroeg nu. En, en nu inderdaad, die... Die, die persconferentie gebeurt voor de wedstrijd, dus iedereen weer meer focussen op trend. Ja. En dan gebeurt dat soort dingen. Dus dat was een beetje een stichtje tijd van van Klopp. Ja. Maar ik heb wel dat hij ja, wel een beetje. Hij backt zijn speler. Ja, ja hij backt zijn ook speler. Dat is wel belangrijk. Moet... Maar de timing was gewoon een beetje. Yeah. En we moeten heel eerlijk zijn. Bij Liverpool zijn er heel weinig spelers op het niveau van de ploeg die voor top 2 meedoet. Nee, niemand is daarin voor. Ja, zoals als je ziet dat Salah die de laatste jaren eigenlijk alleen veel... Firmino die nog als invaller het, het moet brengen bijna bij momenten. Ja. Het maar ik vind dat... Van Dijk heeft sinds zijn blessure vind ik eigenlijk nu anderhalf jaar is hij veel minder dan wat hij was in het jaar dat mensen zeiden dat hij beter was dan Maldini want sinds mensen dagen gezegd dat oh, mm -hmm. hij is niks meer uh, ik vind ik, Alison staat sta vaak yes, yes. hij hey, is een terrorist soms no. No. Yeah. Uh, Trent heeft het heel moeilijk ja, ja, dan, ja dan de rest van de ploeg er is niemand op niveau zitten met heel veel blessures in het middenveld en zo dus eh, allemaal is. <laughs> Maar ja, het is, het is heel moeilijk voor Liverpool momenteel. Ze staan gelijk met Everton qua punten, ja. met een match minder wel, maar dat zegt al genoeg over de, de staat van Liverpool momenteel. Um, Andy, wie is jouw MVP van dit weekend? Davinia uh, van Michelen van de Club Pelle. Okay. Uh, ze hebben dit weekend tegen KV Michelen gespeeld en trouwens KV Michelen Ladies heeft voor de eerste keer in het AFAS Stadion ook gespeeld. Oké. Okay. Okay, mooi. Uh, ja, ze hebben wel 0-3 verloren, maar uh, ja, ze heeft een header gescoord. En uh, het ding is, zij speelde nog vorig jaar bij Standaard. Uh, en um, Ze was daar eigenlijk een sterspeler, maar het was zo van Witte. Standaard was niet meer de topstandaard van, van de jaren, niet, alleen bij de, huh? niet de... alleen bij de vrouw. Niet alleen bij de vrouw. Maar um, ja, dus is eigenlijk een, een terechte transfer, dat ik zou ik zo zeggen, naar een Club, een club die eigenlijk veel ambities had om dicht top 3 wilt gaan, en, en, en verder. Hm. En de chemistry in die club is echt mooi. Ze hebben, ze hebben ook zo twee, um, twee nieuwe speelsters aangekocht. Uh, maar ik ben er namelijk even kwijt. Maar het zijn zo twee. Eigenlijk heb je hebt zo drie, speel, drie speelsters. Mm. Vooraan. En dat is echt gewoon zo de. MSI Van vroeger. Ah, oké. Ja, dat is echt gewoon dat waar ik aan terug. Ze zijn moet. echt zo, zo op elkaar ingespeeld. Ja, keihard. Maar uh, ook gewoon de wedstrijd was simpel. Mooie afwerking. Dus shout naar haar, man. Wie is de sterkste club in de Superscope League momenteel? Momenteel. Uh, ja, het gaat tussen licht in Leuven gaan. Ja. Allebei nog ongeslagen. Ja, nu doe ook al mee vorig jaar. vorig jaar, ja, ja, kan... vorig jaar maar okay. ze, op het einde van het jaar hebben ze het een beetje laten, laten vallen. Mm -hmm. Nu hebben ze wel nieuwe speelsters, van Kirkovi is daar ook. Dus het zal spannend zijn tegen het einde van het seizoen. Spelen okay. er bij de vrouwen ook buitenlandse vrouwen? Zo genre... Geen, allee... Zoals in de politie ja, ja, is dat veel? Maar niet veel. De, de maar is wel... niet... Ja, ze zijn er wel. Okay. Ze zijn er wel. Wie is jouw MVP? Ah. ah ik kijk ja, niet zo nee, Doe maar, doe maar. Mijn MVP, het is bizar dat ik die jongen nog niet als MVP heb gepakt, maar is Rafael Ja, echt waar, dat is de beste speler op de wereld op dit moment. Nee. En Guardiola. Bestin. Nee. Nee. Ja. shot op op alle drie. Luister. In september elke goal die we hebben gescoord was of van hem of zijn assist. Ik ga niet tellen met pre-assists en al die dingen. Jonger elke goal of is door hem gemaakt. Mm. Gescoord of de assist is gegeven door hem. Zo goed is hij. Wat is zijn goal-assist nu? zijn goal Echt. Hij staat acht. alleen van boven. Ja, hij zit op uh, vijf goals en drie assists. Ja. Wow, hij heeft de derby ja. op zijn eentje beslist. Ja, ja. Hij heeft gisteren. Bro, die ja. jongen, die jongen is, is niet alleen fysiek, want dat hebben we keer gezegd: hij is een atleet geworden. Die is technisch ja. gewoon een van de, de beste spelers in de Serie A op dit moment. Die heeft een versnelling. Ja. Incroyable. Bro, en die ingooi die wij hebben, want het is, wij komen uh, 1-0 voor omdat hij. Je welke wedstrijd, ja, Jill? Speel Milan speelde op Empoli, ja. maar ze moesten winnen om terug die aansluiting met top 3-4 te kunnen gaan maken. Um, het was een hele moeilijke wedstrijd, want in de eerste helft hebben we, hebben we eigenlijk te veel kansen gemist die, die we wel hebben gecreëerd. En... je um, Oh, wow, daar ga ik ze hebben. Um, Leo komt eigenlijk, we hebben een ingooi op hun helft. Ik heb had... een podcast hebt in aan hey, Ik ben op zoek naar een co-host <laughs> trouwens. Ik, ga het. ik ben beumd alleen te doen. Maar, Bruin? Dus, huh? Ik zou het willen nee, nee, doen. Nee, nee, nee. Hij zou de ideale zijn, maar ik wil hem niet. <laughs> maar uh, Liao ging gewoon helemaal alleen van voorstaan. Dan uh, krijgt hij ingooien. En dan geeft de assist op Rebic. Uh, en op het einde maakt hij een fantastische loopactie op assist van Rebic dan. En, uh, werd hij hem prachtig af en die jongen houdt ons weer op zijn eentje in de, in de maar, titelrace. Weet je wat ik echt enorm apprecieer? Zeker gisteren, dat je dat doet. Dus die laatste goal, mm -hmm. maar in de 94e minuut. Bro, dus 96. 96 We krijgen de 1-1 binnen in de 91e minuut. dus ja, Dat is ja, maar, een vrije trap als die keeper niet gepresseerd was. Uh, toevoegd, uh, uh, tijd, Bro, 91 maken ze gelijk. 94 maken wij de 1-2 en 96 maken wij de 1-3. Wat wow, een wedstrijd. Ik heb alle emoties meegemaakt gisteren. Of ik was triestig, ik was gelukkig, ik was dronken. Ik heb alles meegemaakt gisteren. <laughs> alles meegemaakt. Wie was jouw MVP, Brian? Ik uh, had een twijfel tussen twee mensen. Oftewel was het Arteta oftewel was het uh, Haaland. Maar ik had kiezen voor Haaland. Ik uh, schoor drie doelpunten tegen Manchester United vandaag. Um, ik geef ook een assist. Maar twee waarom assist. Dat ik... Um, twee assisten, sorry. Ja. Waarom dat ik Haaland zo hard apprecieer is... Um, als je komt in het city City-systeem... Um, je ziet niet echt heel veel aanpassingen van hem zelf. Hij speelt gewoon nog steeds zijn eigen spel. Maar hij is gewoon die pure killer voor het doel. En, 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 en ja, hij bewijst eigenlijk gewoon weer dat voor mij dat, dat, dat spitsen terug weer zijn. Dat, dat de echte spitsen terug weer zijn in, in het voetbal. Dat is ook een, een onderwerp waar we straks over gaan spreken. Maar ja, voor mij zijn. Holland. Hij is ongelooflijk. En ik vond ook uh, de interview dat zijn vader had gegeven hart. Uh, ja, hij, hij heeft een plan om heel voetbal te gaan domineren. Dat hij twee drie jaar in Engeland gaat blijven. Daarna gaat hij vertrekken naar uh, Spanje. Wil ja. daar dan twee drie jaar domineren? Frank, ja. hij wil de eigenlijk heel de voetbal. Heel de top vijf zijn. competities. In ik Europa. kan niet wachten tot hij bij Milan komt. Dat zou wel echt ziek zijn bij Milan. Dat zou. Eh, Leao. Leao. Gaat er niet meer zijn dan hè? Tanket. Weet je wat Bob altijd zegt? Tanket. Je hebt Leao, je hebt Haaland, je hebt Salemlakers en de ketelaar laag erachter. Beste vier voetballers ter wereld in 2026. Oh, uh, ja, wel is goed. Ach, dat veranderd. Maar ik, had, ik, had, ik had ook wel echt niet verwacht dat zijn, dat zijn, dat zijn aanpassingsperiode er eigenlijk niet is. Dat hij er gewoon gelijk. Mijn man heeft drie hatricks op haar maar, drie maar, keer maar, is, is, maar is, dat, is dat niet ongezien drie hatricks op? Ja. Dat is de eerste Premier League speler aller tijden ja. die dat doet. Maar boys, wij zien City vorig jaar al. 30.000 kansen creëren en toen hadden ze geen spits. Natuurlijk ging Haaland zoveel prikken. Hé hey bro, Pep nee, Guardiola nee, is een leugenaar. Nee, je kunt nee, niet, niet zeggen nee, dat hij nee. natuurlijk hey bro, is. Hé bro, Guardiola is nou aan het zeggen: Ah, oh, Aguero, we cannot replace him. We cannot replace him. Maar Guardiola ja, is een leugenaar. Ja, hij is een leugenaar. Ze zo, hebben hem vervangen. Hé hey bro, eerlijk gezegd, Aguero is volledig vergeten nu. Ja. ja, zeker. Uh -huh. ah, plus, als Haaland de ah, nee, nee, Champions League. eerste pakken. Ja. ja, nee, dat gaat gebeuren, je. Ik, ik kan het nu nog niet zeggen. Maar, maar als heeft... hij de Champions League wint, is hij voor mij al groter dan Aguero. Ja, dan wel. Dan heeft mm. hij gedaan waar Aguero niet kon doen. Aguero heeft veel gescoord. Maar, maar uiteindelijk ja, is, het... Is, is het geen verrassing dat Haaland het goed doet bij City. Nee. City had gewoon iemand nodig die goals... In die, de meest die die dominante, ballen, ter wereld, niet, als, als beste afmaker, ai, een van de beste afmakers spelen, dan gaat hij scoren. De, kijk, zie zie bijvoorbeeld kijk en Lewandowski like en zo. Die, die mannen hebben jaren ervaring. Bij hen zou je kunnen zeggen van... Zet hem bij Barça, zet hem bij eender welke club hij nee, ja. gaat er gelijk in komen. Maar Haaland, oké, okay, hij heeft wel heel veel al laten zien, maar die guy is jong. Dat is niet evident om. Nee Allee, dat maar. Is niet... maar... Allee, dat is niet logisch om direct te denken van, ah, die guy gaat het. Maar het is niet, kijk, het is niet dat Haaland is een speler is dat heel veel moet creëren of dat, of dat hij een dribbler is die een 1 op 1 actie nodig heeft of zo. Want dat heb je wel vaak bij spelers die 1 op 1 heel goed zijn en eens in de ploeg komen dat hij al in de helft van de zegen speelt. Haaland was al een binnenticker bij, bij Dortmund. Hij ja. heeft heel veel nee, ja. dupes. Hij heeft wel rushes. Nee, nee, Have hij heeft rushes, rushes maar sowieso. Yeah. Maar als je, als je kent naar zijn doelpunt: ja, 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 ja. 30% zijn binnentickers. City score 30% op 45. <laughs> ja, dan is het logisch dat hij, dat hij. Dat is gewoon de perfect match. Alleen, nee, is hij, boy, niet, hey. hij is niet stalistisch misschien de, de meest perfecte speel voor City, hè, omdat ze graag met een vastheid spelen. Maar hij is een guy, geef hem een vogel, hij weer op paard die erin koppen. Ja. Geef hem een lage pas op de grond, gaat hij erin trappen. Dat klopt De wel, doelpunten dat. dat hij vandaag scoort... Corner afvoeren. Dat is allemaal standaard doelpunten dat hij gewoon scoort. Jongens, is gemaakt in een laboratorium, denk ik. Hè. Echt waar. Zij nee, ik goed. Goed. Ja. Je bent 1,95 meter 95, ja. en je bent explosief, en je, je, en je trapt bent als snel, een demon. En je, bent, en je bent blond. En je bent also, je zie ben je blond. zie <laughs> je wel, hij is wel bestuurde gevoelig. Ja, nee, skip gewoon. Nee, maar... Ja man, dat is gek. Snap je, dat is... Ik en vind de, de aanpassing je, niet zo gek. Maar, like, ja, maar het ding is, waarom dat hij zich zo snel heeft kunnen aanpassen, je hebt het zelf ook gezegd, is, is gewoon omdat de stijl van City hem gewoon... Nee, dat is jawel, niet. Jawel. Maar Pep heeft gewoon gezegd, 16 en niks anders. Niet ja. nie, ja. nie, nie kort komen vragen, niet komen kaatsen, niet niks. Blijf gewoon in die 16, die bal komt wel pakket. de Bruin denk ik... Maar ik, de... ik vind wel dat hij met momenten, en daar komt zijn efficiëntie wel niet tot uit, met momenten komt hij ook wel in de bal. Veel ja, meer dan dat ik bij Dortmund maar hij, gaat, ja. maar hij is niet... Zo goed in de bal komen als dat hij is wanneer het diep moet lopen. Inderdaad. En plus, je hebt de Bruine, Bernardo Silva, Gundogan, gaan. Zagreus. Hey, de Bruine is, is, oh, is gestoord. Kun je ineens beginnen? Ik uh, eens spreken, ja, we hebben als ja, we er zijn. Vandaag ik heb ik naar Haaland gekeken. Ik denk die jongen heeft oprecht misschien niet meer dan tien keer de bal geraakt, maar hij heeft er wel drie binnengeprikt en twee assisten gegeven. Dat zei toch zo in een interview: van zijn droom is vijf keer de bal raken. En vijf keer? Ja, maar toen wist ik dat hij een psychopaat was. Ja. hij moet de bal alleen raken mee te scoren. En het lukt hem. Nee, hij Ik heet, denk man. dat hij niet in orde is. Hij is niet, nee, hij is niet in orde. Nee, nee, maar ja, nee, oprecht. Nee, op op Volgens die... mij is dat iemand in de kleedkamer die zegt niks, die praat niks, die zit gewoon Candy Crush te spelen. Dat is, dat, is geen, ja, dat, is, dat is geen normaal persoon. Hij is ja, toch... Ja, dat, is, dat is geen normaal persoon. Maar het ding is gewoon, ook hoe hij dat zegt, hij zit daar zo met zo'n lach. Ik denk echt als psycholoog dat bekijken, dat zeggen van die jongen is een psychopaat. Maar als die jongen niet voetbalt, is hij een seriemoordenaar. Denk je toch? Hij is Jeffrey Dahmer. Ja, Jeffrey Dahmer. <laughs> ja, Jeffrey dat is dezelfde guy. Zijn huis stinkt. <laughs> <laughs> dat is zijn huis stinkt. Ja man. Neem maar ik ga hem er, 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 Wat is zijn voornaam? Erling Dahmer. Er er Erling, Erling Dahmer. De Erling Dahmer. Ja man. Maar, maar, qua, uh, qua, qua, maar. qua persoon vind ik hem ook wel hard. Maar heb je die video, hebben jullie die video gezien toen dat hij zo, um, dat die zo werden verzameld? en Rijking, Hij was zo de enige die dat zo in de, de zak ging ja dat zijn, nee. dat zijn zo dingen dat we zo. Jill houdt niet van dingen. Huh? Je haalt niet van die dingen. Dat maakt mij echt niet uit. Nee? <laughs> is dat geen verschil als ze dat alles op de grond gooien of dat ze dan toch mooi in de zak steken? Dat is een rare analyse wat we nu aan het doen zijn, hè? Maar. Dat is. ja, spelers zijn nonchalant. Dat is een verder. beetje respect toch? Maar, okay, ja, nu... maar veel spelers zijn nonchalant. Sommigen doen dat soms wel, anders niet. Bro. De wedstrijd is geëindigd op 6-3. Dus het was eerst 4-0, eerste helft. Uh, toen hebben jullie allemaal heel veel tweets gestuurd. En uh, is het de tweede half geweest, 5-1, 5-2, en dan 6-3. gewoon. Uh, wat vonden we nu van de wedstrijd eigenlijk? Weet je wat het ding is? Oei. Ik heb uh, afgesproken met iemand in de studio dat ik vandaag geen hak ga geven. Ja. Oké. Okay. Dus ik, ga, ik weet dat je het moeilijk hebt met meubels en zo, dus ik ga niet. Ik wil daar ook nog iets over zeggen, maar ik weet niet wat ik het ga doen. Ik ga, ik ga geen hak geven. Ik uh, denk dat je het sowieso al erg genoeg hebt. 4-0 tijdens de rust is meer dan erg genoeg. Nou, oh, sowieso man psych. Psych. psych 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 doe normaal alsjeblieft Jaro twee mensen met haters gescoord tegen jouw club Jaro <laughs> op het einde van de match de die geeft een bal aan Haaland en, en zegt tegen eh hey, wat die via 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 doe maar een tweede ballon. dat is mijn joke wow dat, mijn jokes. Twee dat is mijn joke twee haters dat is mijn joke maar Jaro je hebt drie keer gescoord tegen City en je supporters waren al weg <laughs> maar ik voel dat ook niet mee, man dat fans altijd weg te gaan testen. ik zou dat ook doen dus Wassim, je hebt de wedstrijd bekeken het was vier na de eerste na de eerste helft wat vond je ervan ja ik vond het meest interessante van de wedstrijd was eigenlijk voor mij de 4-0, omdat er daar ook het, ja, soort van het meest in mijn ogen gebeurde. Die 4-0. Uh, ja, City domineerde, mooie goals. Niet meer, man. Fuck, gaan dus. Ja, like, ben je niet bang als Arsenal-fan? Van? Van Haaland? Van City gewoon? Nee. Sorry, ik ben niet bang van City. Nee. Wanneer is Arsenal maar... City? Ik weet het niet. Binnen twee weken, denk ik. Also. Jullie speelden binnenkort tegen City, hè? Ja. Nee, je speelden binnenkort tegen Liverpool. Volgende week is Liverpool al. Ah, het moeilijke wedstrijden. Hm, geniet van die eerste plaats, lang je duurt, vriend. Dat zal voorbij zijn. Super grappig. Denk het. Nee, man. Uh, de volgende wedstrijd hebben we dan gaan ja. bespreken. We blijven eens in Engeland. Was ik, vond, ik, vond, ik, vond, ja, sorry, ik vond Grealish trouwens echt goed. Ja, was, ik vond vandaag ook vond wel, even weet, weet, wel die, een van de leuke wedstrijden. Het ding is, die is eigenlijk een heel seizoen. Ook al is hij vaak als invaller, is die echt Onder wel. Onder de radar gewoon aan het spelen. Hè? Die is, die is, ja, die die is, die is goed die seizoen. Hè? Ja. Ja. Maar ja, ik ben nog altijd geen fan van hem, omdat ik niet fan ben van zijn manier van spelen en het feit dat hij niet. Waar Sané had op die linkerflank. Wat Sterling had zowel op links als op rechts. Ja. Uh, Mares heeft het nog iets minder. Maar die is dan één op één. Waar gewoon die scheurt iedereen. Ja. Um, wie hebben ze nog op de flanken? Foden heeft ook meer die diepgang. die dat, ik die dat graag zie bij City. En dat mis ik nog bij hem. Maar ik snap wel dat je ook speels moet hebben. die maar, in de bal komen en iemand diep moet sturen. Maar ik ben nog altijd geen fan van zijn speels. Maar hij is wel goed aan het spelen ja, in de laatste, echt, maar, echt, echt in de laatste niet weken. Niet. Ik denk. en dat is even een statement los van, van, van de wedstrijd. Maar over City ik denk dat City ah, sowieso alleen kans maakt om kampioen te worden 100%. procent maar geen kans maakt om Champions League te winnen omdat ze dat kinderinstinct instinct sorry niet ja, hebben ze en, dan wel, nee, nee 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 kijk wat ik bedoel is ze hebben toegevoegd Holland veel goals maar ik heb zoiets van dus voor mij als je zo een derby hebt moet je je tegenstander gewoon kapot te maken tot het einde hebben ze gedaan hè? nee maar ik vind voor mij zo 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 zo, zo Top 3 terugkomen, dat is zo van... Mm. Ik, is dat ik snap wel in de zin van, als je 4-0 voortzet in een derby, mocht je nooit drie tegen te krijgen in de, ze ja. hebben de tweede helft. Maar je ja, ze hebt zelf nog twee gescoord. Ja, ja, ze hebben, maar ze Eindelijk hebben de tweede helft... Ja, de tweede helft was 2-3. Het werd 4-1. Ja, maar het werd 4-1. En dan hebben ze gezegd van, oké, okay, we gaan even stop. 5-1. Dan is het 5-2. Dan hebben ze weer gezegd stop en dan hebben we laatste gewoon een gekregen. Ik vind dat je da tot ja. daar al niet mocht komen. Snap je je nee, mag niet twee keer. Dat is ja. het probleem denk ik, Dat ze vorig jaar ook hadden tegen Real Madrid in die halve finale. Van, ja. Real Madrid scoort is twee keer in de laatste tien minuten. Maar uiteindelijk denk je dat City wel goed genoeg is dit jaar om dat wel te gaan stoppen. Mm. Ik denk dit jaar wel. Want Pep pe wisselt vier keer. is het een jongen van de academie, omdat hij weet van, is klaar, snap je? Ik ja, heb wel ook. het gevoel op het moment dat weer één is, als het dan weer 2 wordt, dan moet je Ronaldo gooien en dan ja. is het ja. Ja. op en ik heb, ik heb hoop ook van zo... Zegen. En ik heb ook een soort van het gevoel dat de aanval nu echt veel beter is bij, bij City. Dan niet. Wacht. Maar dat, maar dat de verdediging zo een beetje. Nee, maar de twee centrale van vandaag, dat waren de twee alternatieven. Ja, ja. Akanji, Ake. Ake vond ik al goed vandaag. Akanji voelde... maar Ake, Ake, Ake speelt veel dit jaar wel. Hè? Ja? Ja. ja. Maar ik vind het graag met Pip, man. Want hij doet hetzelfde met, met, met Benadis Silva en Kensel. Hij haalt die guys en speelt het eerste seizoen altijd kapot weinig. En dan speel je superveel. Ake ook nu. Ake komt de eerste twee jaar, heeft hij bijna niets gespeeld voor City. En nu ineens is hij zorgen een basis en normaal is het één dat dat Pep is wel iemand die die spelers echt wel beter maakt, dus ik heb wel het gevoel dat hij waarschijnlijk zal die in dat jaar op training waarschijnlijk heel veel met die gasten hebben gewerkt en dat hij ook wel zoiets hebben van ik ga wel een paar keer minuten geven, maar pas op het moment dat ik het gevoel heb dat je volledig mm. klaar bent, dan kun je brengen wat ik doet, want ik denk ook dat Sterling heeft de eerste periode onder Pep vond ik niet denderend, maar die is maar een tijd, toen hij in Sané is die diepgang begon te krijgen, had hij dat wel enorm. En zelfs met de Bruyne, ik had, ik had vroeger veel meer het gevoel, zeker toen dat hij net uit Duitsland kwam, dat dat iemand was die de bal kwam halen, liep en direct voorgaf. En ik vond de Bruyne vroeger nooit de ideale speler voor, voor Pep. In de zin van Iniesta en Xavi, die domineerden de match de hele tijd, zoals dat jij vaak over Van Aken zegt, van de bal eruit halen, tempo eruit halen, zelf bepalen, wanneer we versnellen en vertragen. Mm -hmm. En dat heeft de Bruyne nu, vind ik, veel meer dan in de eerste maanden bij City. Ook al, ook al was, dat onder, was hij gehaald voordat Guardiola er was. Maar ik heb wel zoiets van: Pep laat zijn spelers zowel op korte als op lange termijn altijd wel in zijn systeem passen. Daarom dat ik ook het gevoel heb van: Haaland nu is die al zo goed. Laat staan als hij zijn tweede jaar best ja. speelt. Ik ga niet akkoord met wat je zegt van de Bruyne. Omdat City had afgesproken met Pep: van wie zijn de guys die je moet halen voordat, we, voordat je komt? En dat was het de Bruyne. want dat was een hele constructie daarmee, hun sportief directeur. Wat ik wel ook naar akkoord is eigenlijk van. Ik had ook de Brenner nooit zo hoog verwacht toen hij van Duitsland kwam. Mm -hmm. je kunt nog bij, bij Wolfsburg speelde hij heel laag. Ja, maar hij is hij hij zeker bijna op zes. Ja, en ik dacht hij gaat zus worden. Door de de, 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 nee, de nieuwe school zes, zo hè, van, van gaan opbouwen. En hij heeft die transformatie gemaakt naar iemand die heel veel doelpunten scoort. en heel veel assisten heeft. Dus dat had ik al niet gezien. Um, en dan de laatste vraag wat je zegt, inderdaad, over speelt die beter worden bij, bij Pip. Er zijn heel veel spelers die hij opzij gooit. Pas in zijn systeem, maar je speelt dan misschien de laatste coach die echt speels ontwikkelt, of een van de weinige coaches. Want Goh. ik vind het wel op, opvallend dat hij een speler bijvoorbeeld een jaar bijhoudt, niet gebruikt. Want bij andere ploegen is het, ah, hij speelt een jaar niet. buiten. Ja. Ja. Maar hij houdt die bij, we met Cancelo, we hadden met een, uh, Zinchenko, ook met zijn eerste jaar, we met nu, um, wat hij had met Bernardo Silva. En toch speelde die guys ineens. Gundogan uh, ook, die, is, die heeft ook pas. Maar hij had heel veel blessure-problemen. Ja. Uh, maar inderdaad, hij werd ook niet zoveel gebruikt. En hij was ook bijna verkocht geweest. En, en Gesus Ge heeft dat Ge nooit echt volledig gebruikt. Want als je nu ziet wat hij bij Arsenal brengt. heb je ja. wel het gevoel van. als Zalentraining hm. was, ik heb, je hm. had wel in dat systeem gepast. Die, dat is het ding. Dus is Pep misschien de laatste echte ontwikkelende coach? Wat? Laatste is misschien wel... veel gezegd. heeft uh, Vinicius echt veel ja, beter ja, gemaakt. De maar denk je echt ontwikkelen of is hij iemand die heel veel vertrouwen heeft? Want wat ik zie bij Vinicius. Eens waar hij echt toegevoegd is. Eindproductie, maar ik denk, ja, dat dat, denk dat dat niet ligt bij Asselotti. Ah, Vinicius is maar. wel iemand die ja. heel explosief is, dat, dat zagen we al in de, in de eerste periodes, maar ja. hij kwam altijd in de bal. Terwijl hij nu wel, zoals we zagen in de Manchester City die bijvoorbeeld, deepgang. heeft hij wel zoiets van: Kroos en Modric zijn daar gewoon. Loop ja. diep en die bal komt. En dan inderdaad de eindproduct, maar dat komt ook als gevolg van het spel beter begrijpen en weten wat de kwaliteiten zijn van je teamgenoten. En dat heeft sowieso te maken met het vertrouwen dat je nu zelf, maar ook gewoon in de rest van de ploeg hebt. Dus ik ben wel van overtuigd dat daar een, een heel aantal speel, het coaches zijn die spelers beter kunnen maken. Ik kan niet direct op nog veel. Je op denk dat, ik, dat, ik denk niet dat er superveel zijn, zo. Ik, ik, ik denk dat klopt zo eentje is, omdat je kijkt naar Robertson haalt hij van een City. Ja. Trent haalt hij van de jeugdacademie. is jeugd, ja. ja, 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 ja. ja, als een Jordan Henderson waarvan iedereen dacht van niet het niveau ja. niet. Halt maar dat is misschien meer, meer het, het systeem. Juist pas, je spelers juist pas in het systeem dan ze echt beter maken. Want ik ja. weet niet hoe goed Robertson was, maar ik heb niet het gevoel dat hij vaak dingen doet waarvan okay. dat ik denk van, oh wauw, dat is spectaculair. Maar het past perfect binnen het systeem. Klopt, mm -hmm. maar als je dan vorig <laughs> jaar en de jaar daarvoor de vraag stelt, wie zijn de top 5 linksbacks, dan gooi je waarschijnlijk wel vaak de naam Robertson vallen. Ja, omdat hij altijd zijn job doet en die heeft enorm top. veel assistie gegeven in die mm. periode. Hè? Ja, maar ik geef het klopt wel hoor, omdat. Ik denk Zet dat Robertson. De mijn mani. Ah, oh, uh, ja. Graham Potter. Sorry, wacht, wacht. Sorry. Ja, maar Zet Robertson nu bij een andere ploeg. Voordat hij bij Hul wegging naar Liverpool, zat hij bij een andere ploeg. En ik denk niet dat hij zijn. Nee. Dan gaat hij dat plafond misschien niet halen. Graham Potter, trouwens, bij, uh, bij, mm -hmm. bij Bryce wow. ja. ja Heeft uh, heel veel spelers beter gemaakt, vind ik. En het uh, is ook de Serbië. Want uh, dat was ik juist vergeten te zeggen. Mm -hmm. Ik was enorm fan van de Serbië bij Sassuolo en bij uh, shakhtar Ook al was dat, zoals Alex altijd zegt, een, een romantische coach. Mm -hmm. want we hebben die gezien spelen met uh, Genk, met Genk ja. Je weet nog dat de centraal verdedigersbal onder Broers, de tot dat, dat onnootje op een meter van hun stond. Hè. Ja, ja. En ik ben wel fan van iemand die echt zoiets heeft van... Ik ben een purist, ik ga echt voetballen. En als dat lukt, is dat een van de mooiste dingen om te zien. Hm. We hebben die vaak al... Ja, in krijgen echt, zowel met Sassoulo als met Shakhtar, maar die heeft Sassolo wel naar een hoger niveau getraind. Ja. Mm. Die heeft met Shakhtar toch Champions League gespeeld. Die heeft een goede wedstrijd gespeeld op Real Madrid, ook al heeft hij verloren. Dus ik ben wel benieuwd om te zien of hij het spel van, uh, van Brighton kan, uh, kan verder zetten. En uh, we zien nu dat hij 3-3 gaat spelen op Liverpool. Dus, ik is... ben treurig dat in jou, ja, man. Ozo? Want uw coach is een ontwikkelaar, man. Maar ah, ik, ik ben nog niet aan het woord gekomen. Ah, bro, je moet, dit is een goeie man. No, 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 no. <laughs> ik heb twee coaches. Wie, Zidane en wie, wie, Arteta wie heeft Arteta Arteta en dat is misschien heel uh, short term maar voor mij Sambi Sambi uh, nee maar man niet Sambi. Wacht, wacht 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 Sambi pak u dit jaar laatste dit jaar was altijd al goed dat... ja was ja. Maar nu zit toch veel maar dat ja, is... speelt Dat speelt als, en als vertrouwen dat hij op zijn 16 17 deel hij haalt gewoon zijn potentieel welkom ja haalt gewoon zijn potentieel nee maar hij haalt wel het beste Sambi dat zo ik heb dat vorige week gezegd dat is zo de speler je hebt een bang om hem om hem erop te zetten Terwijl ik nu het gevoel heb, zo van, laat die spelen, toch eens. Ja, ik vind het niet waar, man. Jawel. Want El kwam in die ploeg voor Sambi, man. Toen dat party, okay, maar nu, toen party maar nu, uitviel, Sambi kwam. Oké, okay, maar je is kon... nu wel veranderd, hè? Nee, want El Nini startte ervoor. Oké, okay, maar ik bedoel, ik praat over nu, nu. nu ja, maar, nu, maar ik, nu, heb ik heb het over het dit min. seizoen, toen dat party dit jaar uitviel. Ja, ja, ja El Nini was eerst. Ja, maar, ik, ik heb het gevoel, ja. het gevoel dat hij liever nog zijn chico middenveld zit voor Sambi. Oké, okay, maar nu is Sambi. Sambi is nummer twee. Ah na Party en uh, Chaka is nu Sambi. Ja, maar wie vind je dat nog echt beter? Maar Arteta ik is vind... ook nog niet zo lang. Hoofd, ik word, vind... dus ik kan mij ook nog ja. niet beoordelen. Ik, ik vind. Ik vind, Ja, ook niet, man. Ik, ja, vind ja. Mag... ik vind Martinelli heeft die stap gemaakt. en hij ja. was nog Maar Martinelli is vertrouwen. En Smith, Trow, Smith Rowe ook? Ja, Smith Rowe, ja. Okay, ja, en Ketja heeft, en Ketia en Ketia kom, heeft Ketia ook eigenlijk stappen gemaakt. Ja, maar maar mij, Ketia broer, ik, meer ik vond, het ik vond Ketia bij, bij Leeds al hard. Ben broer. White kwam van centraal, hij is nu richtbaar. Ben White, ja. Ben White is zin wel het, ja. het beste uit Arsenal aan het halen. Dat moeten we zo Of dat hij echt de spelers beter maakt. Hij heeft het team wel al veel beter gemaakt. Maar ik vind hem een people manager. Hij heeft het beste gehad en ik ga Dat is waar. Uw minuut heeft dat volledig bewezen voor me. Dus ik denk wel. Dat Arteta ook een van die coaches is, en dan is dat dan een beetje ja, de school van eh, Guardiola. Zacca was, uh, was al lang ja. hard, toch? Ja, maar niet in deze rol. Het is de hele hmm. school van Bielsa, eh? Guardiola, Pochettino, ja. uh, Arteta, ja. allemaal. De hele Vrienden, komen allemaal. Pyramideverkoop. Okay, ik, ik ga eerst verder op inkijken welke coaches dan nog echt wat speels ontwikkelen, want ik vind dat wel zo'n een heel interessant onderwerp. Het want simpel, dat zien we niet vaak, dat speels... je, kunt, je kunt het vrij simpel bekijken. Welke speler presteert er heel lang boven het talent dat wij in hem zien? Kun je dat over Patrick Vieira zeggen, of is dat te kort? Nee, ja, maar het, het ding is, hij weet met talenten, dus ik weet het ja, niet. Hij ja, ja, heeft ja. een getalenteerde kerel ook wel. Hè? Hij weet echt met, met talenten. Met ik ik zou zeggen, wat hij heeft gedaan, en wat je nu zo ziet, en wat hij bij Chelsea doet, is gewoon een. een, ja, ja, een dat is gewoon speelstijl. Denk, dat is vol speelstijl van Chelsea misschien Ja, ik denk het wel. Maar we zijn heel mooi aan het uitwijken, boys. Het was heel prachtig. Maar we gaan terug naar de wedstrijd van Arsenal tegen Spurs. Die is geëindigd op een uh, 3-1 overwinning. Ja. Ja. Voor Arsenal. Ik ga onze Arsenal-fan uh, in, in duty, Andy, laten spreken. Uh, hoe voelt het om uh, de norflanden derby te winnen? Nee, de het... meest nutteloze derby in heel, oh, uh, in heel Europa. Nee, nee, ik ben echt blij eigenlijk met de overwinning. Um, en, en ik ben ergens ook, dat is raar dat ik het zo ga zeggen, teleurgesteld in Conte. Want ik, heb, ik had zoiets van: uh, van uh, de twee ploegen gaan een beetje hard in elkaar komen. Maar, uh, sorry, ik niet De Spurs waren heel verdedigend. Heel verdedigend. Echt zo van. Uh, ja, sorry, je bent verbaasd. Dan... Nee, ik ben niet verbaasd. Ja, eigenlijk wel, jawel. Waarom? Ik, ik, had verwacht, ik, ja. ik had verwacht dat Conte echt ging komen met... Ah, we waarin die, zeg superpressen zoals hij vaak gewoon doet, ook in uitwedstrijden. Ja. En nu heeft hij... Jawel, mag ik, mag, mag, ik, ja? mag ik daarop ingaan? Conte, ik, en ik heb die wedstrijd ook gezien, Conte heeft echt geprobeerd om, om echt aanvallend te spelen. Maar... Het probleem was gewoon met Spurs is dat die final pass er gewoon niet, niet kwam. Dat was echt, dat was echt het probleem. Ik, echt, 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 jawel, jawel, Praat je dan jawel. over de eerste helft of de tweede helft? Nee, in de nee, eerste nee, helft nee. hebben ze niks gedaan. In de eerste, ja, helft, maar, eerste ja. helft hebben ze eigenlijk, wat ik vind, probeerd te doen wat United wel eens heeft gedaan. Ja. Zo van, uh, United was eerst met kort echt uh, samba voetballers spelen, het lukte niet. Ze gingen eigenlijk met, met ballen achter de linie. Mm. Lange ballen constant naar Kane, proberen soms zo te bereiken ja maar het lukte gewoon echt niet ja maar hoe vaak heeft Kane of Son de spelen op proberen bereiken maar het lukte gewoon niet in die laatste pas fout opassen op Richarlison ook fout maar het ding luken. is voor mij Spurs spelen niet zo snap je wat ik bedoel Spurs speelt op zich niet altijd met lange bal als ik ben ik verkeerd nee maar ik, Want... ik bedoel echt geen lange bal normaal gezien speelt Spurs echt gewoon ja pas, maar pas, ik heb pas. dat ik heb dat pas op het einde gezien maar daar krijgen ze ja, rood voilà. snap je wat ik bedoel voilà. Ze die krijgen rood en dan ja we strijden voorbij maar voor de rest, ik ga niet, ik ga niet liegen, Martinelli heeft me echt blij gemaakt, man. Wie? Martinelli heeft ja. me echt blij gemaakt. Maar ik, echt. Ik, ik vond Ben White ook heel, ja. heel sterk deze wedstrijd. Die is inderdaad ben... wel veel beter dan wow. vorig seizoen. Maar. Ben White heeft echt goede wedstrijd gespeeld. Ik was echt verbaasd van die guy, man. En heeft gewoon Asso oh. gewoon acht keer gezet, hoor. Terwijl oh. Tomiasso kan vorige ja, vorig seizoen nog sterk. een beetje als onze redder of zo. Wie is, er, Wie is er nog achter? Sorry, zo? Was er niet nog iemand? Nee, ah nee, dat, nee, dat was, de, was Tavares die naar Lyon was. Alleen is er wel zo. We hebben zo'n één heet hoofd. Een beetje, uh, ik moet beginnen. Rustig dat is Gabriel, man. Magalash. Ja. Een beetje. Foute uh, ja, Is daar geen foute tackle of zo ook gedaan? Ja, dus? maar dat is zo de zoveelste keer. Terrorist, broer. Dat is de zoveelste Hij keer. Hij is Chakas het? en Roland overnemen, man. Je hebt één heet hoofd nodig in je ploeg. Ja, maar... Bij ons is dat Brian, bij jou is dat. Het... <laughs> <laughs> nee, maar. Weet je, het ding is met Spurs? Is ja, tegen de kleinere ploegen zijn ze hoge druk alle en al die dingen. En op momenten de druk is inderdaad hoog. Mm -hmm. Want ik heb Arsenal ook een paar keer lang zien spelen. Maar dit is zo de ja, de Conte blueprint tegen tegen grote ploegen, man, zo ja, ja. dat die lijn zo hoog mogelijk staat van de tegenstander. Dat en, zou je met Lukaku en, echt, en, en dan uh, ga je intredeven. met snelle speels in de diepte en wat je vandaag, of wat je dan gisteren miste was gewoon van ja, misschien Kuleszewski, die dan daar die driehoek een beetje afmaakte, want Son zat redelijk ook Kane in de wedstrijd, maar inderdaad die final pass waar dat was in was er niet. Was er Kane was ook in half in de wedstrijd, maar kreeg hij niet de kans dat hij moet krijgen. Dus voor mij was dat niet echt een, 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 ik was niet ja. verbaasd. Ik was verbaasd dat dat niet verbaasd, want ik heb een tekst gemaakt, gemaakt, dus ik kan het niet het helemaal weggeven, maar hoe de Arteta zich heeft aangepast en de instructies heeft gegeven aan, aan, aan Arsenal, daar heeft hij best dat toen winnen. En dan denk ik van Conte, jij bent de grote mastermind, hij heeft daar geen antwoord op kunnen vinden. Heb ik het gevoel? Ik had, ik had vooral het gevoel dat ze middenveld ook gewoon niet doet wat ik verwacht van een Conte middenveld. In de zin van ze hebben ook niet de kwaliteit die dat Conte waarschijnlijk wilt op mm -hmm. een middenveld. En je ziet ook bij de goal die, um, die, die Partey maakt. Hij, hij staat gewoon alleen op, op de rand van de 16. Ja, 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 ja. En die twee middenvelders staan gewoon in de box mee de spitsen te dekken. Terwijl de, als je, je bent een Barella gewend, uh, Eriksen gaat, je hebt Sensi gehad, bij, bij Inter, Brozovic ook. En dat zijn wel de guys die op het moment dat de bal wordt uitgehaald. moesten die direct druk gaan zetten, want die, die bal mag niet komen. En dan heb je Lukaku en Lautaro hoog staan en, en dan was het counteren. Ja. En met momenten heeft hij inderdaad zo totaal voetbal gespeeld en voetbal, Maar het is ook vaak op counter snel uitspelen. En ja, Lukaku's sterkte was, was dat onderkant bij Inter. Dus. Ja, inderdaad. Maar ook over wat je het zeggen was, dus waar dus, wat het heeft een klein beetje veranderd, maar ik hoop dat ik niks verklap van je tactische minuut. Ja, maar maar, maar ik, ik voelde wel dat wij, zeker in de eerste helft, echt een overtal aan het creëren waren, like in elke zone. En ik heb dat minder gezien in de vorige wedstrijd. In de vorige wedstrijd rekende Tita meer op de, de, ja, de Individueel. individuele klasse van zowel ja, Saka, ja, ja, ja. Martinelli, Gabriel, Eudegaard. En nu was het echt zo: van, ja, elke zone moeten we minstens met drie, met ja. drie staan. Als je Gabriel zegt, ik moet altijd gokken welke dat je bedoelt. Nou, ja, iedereen huh? bedoelt jullie, huh? jullie, Gabriel. Jesus, Jesus, Jesus. Nee, uh, ik, ik, voor mij was het een leuke wedstrijd om te zien. Uh, omdat je in de eerste tien minuten zag je van Arsenal had deze wedstrijd winnen. Puur ja. qua intensiteit, kwamen ze bleven gaan, um, die druk bleef er ook komen. En wat en voilà, Arsenal goed, goed doet dit jaar, is gewoon door die sustained pressure, dus blijven druk blijven aanvoeren ja. en blijven, ja, dat, dat, dat bonkt gewoon. En, en je zegt van, ja, Spurs ging er vandaag niet uitkomen. En dan die rode kaart, want ik zie wel Spurs maakt 1-1 en dan zie je van... Hmm, maar wat ik haat is, Arsenal heeft niet meer zo die... Ze zijn niet meer fragiel mentaal, zo van ah 1-1 en hun wedstrijd is gedaan, bro. Nee, ze komen terug. Maar ja, mijn hoofd heet. Maar normaal gezien 1-1, ik kwam was fysiek ik zeg ah klaar, het gaat 3-1 worden voor Spurs, het is ja. gedaan. Maar hoe zij steeds: mentaal terug, weer erin komen en zeggen van gewoon spelen we de voorspeelden. Geen, ja, geen paniek, geen, geen, geen angst. Ja, Arsenal ja. Is dit jaar, heeft dit jaar een, een enorme evolutie gemaakt. En dan maak ik jokes over die Amazon, uh, Amazon Prime, uh, uh, over die documentaire over zijn, hey, hoe hij zijn mm -hmm. speeches geeft, maar ik denk dat het wel werkt, man. Dat ja. die jongens geloven erin. Ja, ik zeg het, people management. En ze, en ze hebben eindelijk een type... Een type um, ploeg. Ja. Snap je ik bedoel? Ze ja. hebben echt een type van... Je weet van, oké, okay, daar speelt hij, daar speelt hij. Die, die, die gaat starten. Speelt, voilà, boom. Geen twijfel. twijfels dat meer. Was, dat, was, dat was de voorbije jaren. Want vorig jaar was het, het toch starten. zo, ga ah, Smith starten ja. of Martinez. Nu is het gewoon, je in de elf, bro. Nee, het is de Arsenal, man. Ook al, jokes. Ja man. Ça na Merci mon frère. Nee nee maar. maar nou, je bent altijd eerlijk. uiteindelijk Kijk heb, Arsenal maar eens Arsenal. Ik ga iets zeggen. Normaal is... gezien Kijk ik niet naar voetbal tijdens de show. Maar De heeft een assist gegeven. Het is 2-0 tijdens de rust. Van Turk de jongen heeft echt zijn weer gedaan. Hij is echt Hij is, <laughs> heeft... is oh. ja. Nou, tada. <laughs> nee, Shannon <laughs> Lamcoze man. Zit so. je? Mon gars. Tu viens quand? We moeten uh, <laughs> Ik denk dat we iemand dat ik denk dat we zijn die goede spelers zijn. Wij ja. weten dingen die misschien niet iedereen weet. Uh -huh. Ik ga ook niet zeggen wat we weten, uh -huh. maar dan, is het, dan vind ik het terecht. Misschien uh -huh. niet naar de fans toe, waar ja, ze het Maar, st maar een statement mag je wel, je snap je. En, 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 en dat is zoiets dat we in voetbal een beetje moeten aanhouden. Want als we elke keer de kant. Dat wordt altijd de kant van de kliniek. Ja, dat is waar. als we elke keer ook de ruiltjes gaan tegenhouden, bijvoorbeeld voetbal Simon. We moeten een beetje die, die, die passie erin houden. Uh, dan hebben we nog twee wedstrijden vandaag. Uh, we blijven niet zien op Golek, want Jill heeft een mooie transitie gemaakt. Mm. Annelies is vandaag verloren tegen Charleroi. Ik weet niet wat de score was, want ik was screen. Het was, was op... 0-1. Ik, uh, ik was de wedstrijd gaan zien in het stadion met mijn broer, want hij heeft een abonnement. En uh, ik was toch in Brussel. Want, uh... Waarom was je in Brussel? <laughs> Jukes. 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 Vraag aan Pepito waarom ik in Brussel was. <laughs> uh, ik was gaan zien in het stadion en ik was eigenlijk. Ik, ik moest niet opstaan. Ik heb echt spijt dat ik ben opgestaan voor die match. gaan zien. Maar uh, het was 0-1. Ik denk dat wat twee of drie kansen heeft ge gecreëerd in de hele wedstrijd. Uh, een andere wat echt niet goed, maar... Je voelt in heel het stadion dat iedereen zoiets heeft van... Wat de fuck zijn we mee bezig? het is dus, geen inspiratie, er worden geen kansen gecreëerd. Het uh, middenveld draait niet, want er, zijn, er staan jongens op het middenveld die het de voorbije jaren wel goed hebben gedaan. Chimero mm -hmm. en, en zelfs Arnstad in de momenten dat hij mocht spelen. Vond ik dat hij een heel goede minuut heeft gemaakt, maar Hoi. ze staan nu met twee op dat middenveld. Ik, ik ben geen fan van het systeem waarin ze momenteel spelen. In zo'n 3-5-2 of 3-4-3, hoe het dat je wilt. Mm -hmm. um, en ja, ze creëren gewoon geen kansen. Het zijn, zijn de jongens achter de spitsen die, die hebben. Ja... Geen middenveld gewoon. Nee. Gewoon geen... Ze staan met te weinig op middenveld. Ze hebben de kansen niet gecreëerd van Fabio Silva. Dat is de enige van wie dat ik vind dat hij momenteel wel een niveau kan halen. Mm -hmm. Maar. Ja, het, het loopt niet. Ze kregen geen kansen. Je hebt, je hebt niet de indruk dat de, de wissels die worden ingebracht het wel hebben. De enige, speler bij, uh, de enige spelers, eigenlijk bij wie dat ik wel dat gevoel had, waren uh, Duranville, die mocht starten. Ja. En uh, Amuso die inkwam op zijn plek. En ik vond Duranville, je voelde echt aan heel het heel stadion, vanaf dat hij de bal had. Mm -hmm. had iedereen zoiets van eindelijk, er gaat iets gebeuren. Iets, dat, is, ja. dat, is, dat is echt wat ik mis. Mooie, en, paar, mooie mooie acties. Uh. Die oh, actie dat hij had. Jongen is, is hard. Outside inside. Wat? <laughs> Wow. Nee, plus, hij heeft Die versnelling van. Uh, ik las dat hij Ivoriaans congolees is. Dus hij heeft die versnelling van een Ivoriaan en hij heeft de heup van een Congolees. Dus dat is het. dom. Uh. Hij is kapot hard. <laughs> Jongens is kapot hard. Nou, dat is mijn guy, man. Annie? Ik ben van. Um, ik vind Mazou de raarste coach. Wat? Want de vorige wedstrijd, tegen toen ze 4-1 gewonnen, heeft hij uh, 4-4-2 gespeeld. Hm mijn vertongen, linksbij, Morio rechts. En ik denk mijn goed en de best. Ja. Dus ik dacht, je ja, bent op een winnend elan, eigenlijk. Uh, dat is voor de Interlands. Ik denk van, oké, okay, ga gaat dat terug doen. Je komt dan terug op een 3-5-2 systeem waarin je weer terugvoelt. van Ah, met, dat is het gevoel dat ik heb van de spelers zijn totaal niet op hun gemak met dat systeem. Hm. Het heeft niet te maken per se met, met ja, het, de, de, de voetbandkwaliteit. Want ik denk wel dat ze oh, wel. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Maar, maar ik heb niet echt het gevoel dat de ander echt kwaliteit heeft qua spelers. Jawel. Ik heb niet het gevoel dat er zo spelers zijn van zet in een andere ploeg en die gaan, gaan bloeien of zo. Maar, dat, dat heb ik niet. Ik denk dat je bedoelt kwaliteit. Ik denk dat die basiself wel kwaliteit heeft. Maar als je dan dieper gaat moeten zoeken in die selectie, dat je, dan, dat, dat, je dat heel snel gedaan hebt. Ik mis bijvoorbeeld iemand als een Trebel. Ook al is ja. die is nu al oud. Uh, en moest ook terugkomen van een blessure. Had ik gehoord van wat mm -hmm. uh, mensen daar. Dus, ja, maar ik vind. Nou, ja, dat was voor je meestal. Niemand. niemand er zit, ja, Duranville die, die was Dat is echt meer dan genoeg. dat die Veel de beste was. Maar hij is er voor ook. Ik, ik had gesproken met Randy van uh, Glory United. En hij zei van, uh, dat dit allemaal de schuld was van Company uiteindelijk. Uh, de manier dat hij vertrekt van de club, blijkbaar was er ook een beetje discussie tussen het bestuur en hij zelf. Dat er ook heel veel spelers waren in de, in, in de vaste kern die echt naar het bestuur waren gegaan om te gaan vragen om Company te laten vertrekken. Hij heeft uh, de Belgische beker niet uh, gewonnen. Dat er heel veel dingen waren En dat ze eigenlijk Company hebben ontslagen, in plaats van hij is vertrokken vanuit ander licht. Uh, maar hij heeft wel het gevoel ja, dat het toch wel een beetje een company's en schuld is. En ik ga me er een beetje deels aan aansluiten. Omdat Omdat, goed, waarom eigenlijk? Ik denk dat company te vroeg vertrekt in mijn ogen. Ja. Um, ik heb al duizend keer gezegd waarom. Hè. Ik, ja, ik, vind, ja. ik vind dat je op een goede elan zet. company moet, mo mocht eigenlijk niet vertrekken zonder een titel. Ja, maar ik begrijp wel waarom dat hij vertrekt. Want hè, je moet weer opnieuw gaan starten en al die dingen. Um, en als je dan ook hoorde dat hij misschien niet het vertrouwen nog kreeg van het bestuur, begrijp ik het wel. Maar uiteindelijk, ja, je zet een bepaalde blueprint. Nee, sorry, ik ga de schuld steken op het bestuur, helemaal verkeerd. Sorry, mijn schuld. Waarom? Je gaat een coach halen, je zet een bepaalde stijl neer. Dat wel een beetje aanslag, aansloeg bij de, bij de fans. Oké, okay, je had wel een paar wisten dat het minder ging. Um, de laatste maanden onder Company waren goed. Nee, ja, maar dan ga je een trainer halen, dan de hele 180s weer. En dan ga je weer ja. helemaal weer een ander systeem gaan bouwen. Dat ook niet werkt bij andere Maar dat is, nou, dat dat is dat waar iets waar ik geen fan van ben en dat, dat ga je in het verlengde van wat je zegt is als je een coach haalt inderdaad die moet liggen niet alleen binnen je filosofie want hij werkt wel met heel veel jongere gasten jongens die zijn opgeleid bij andere Dat doet hij wel. Ja. Uh, hij omkadert je ook juist want hij dat aan de bast, kan kan leren van zowel vertongen als van Wesley Hoedt. Dus er staan wel de juiste mensen rondom u om, om die filosofie te behouden. Maar ik vind als ander licht zijn dan zegt je toch van oké okay, dit is hoe we goed zijn geweest de voorbije weken, maanden op het einde van het seizoen, dus ook een coach die daarin verder gaat. Ja. Dan, ik, ik ben ervan overtuigd dat maar zo een goede coach is. Want hij heeft zowel met wat denk ik, als met Union heeft hij een paar hele goede resultaten gehad. Maar dan moet je zeggen van je speelt wel in het systeem dat wij spelen, of je bent niet de coach van Anderlicht. En het mag niet Anderlicht zijn die zich aanpast aan de coach. Want als je in het begin van dit seizoen kijkt naar Anderlicht ziet je ook geen 3-5? Het is dan niet de opzet. Misschien 3-5-2, zeker. Je hebt, je hebt mijn Amuso, je hebt. Uh, maar je speelt Refail met twee teams of, op middenveld. Je he? hebt Refael voor Verschare, je hebt Fabio Arnstad, Silva. Ja. Je, hebt, je hebt geen ploeg voor twee spitsen te spelen, maar je hebt eigenlijk ook, voordat Jan Vertongen kwam, geen ploeg om met drie Centraal te spelen. Nee. Ja. En je hebt wel uh, jongens die, er, die eraan zitten te komen, zoals een Cana, zoals een Sardella, zoals een De Bast. Um, nu, uh, je hebt Stroeikens en Duranville die er ook bij komen. Dus je hebt wel bepaalde kwaliteit om jongens in te brengen op verschillende posities, maar. Dat is, dat is geen ploeg voor, maar ja, voor dat systeem te schrijven. Is zo gewoon geen coach voor kleine clubs. Subtops, voor subtops met de top te laten meedraaien, perfect. Ja. Zoals we met Charlotte gedaan. gedaan heeft met Union cool. bijna een titel gewoon. Ik bedoel, dat is, dat is een van de gekste prestaties die we in heel lang hebben gezien in België. Maar, dus. maar, hoe, maar, hoe, maar hoe zouden we eigenlijk de stijl van Anderlecht dan beschrijven? Want we zeggen altijd van ja, maar die past niet bij Anderlecht. Ik en, ken het en, niet, dus ik weet het niet. Maar ik baseer me op vorig jaar. En op vorig jaar moet je dan uitbouwen. Ik was uh, met. Uh, ik was uh, Milan Empoli aan het kijken bij Alexa's, nou, dat doe ik zingen. En uh, ik was dus met zijn papa bezig over Anderlecht. En hij zei ook van, ja, ik ben al negen jaar niet geweest, omdat, uh, omdat het gewoon niet goed is. En hij is gewend van, hij is gewend als ik naar Anderlecht, ja, we winnen met drie, vier doelpunten verschil. En iedereen is gelukkig. En hij zegt van, nu, je wint een wedstrijd met 1-0, terwijl je nog veel kans hebt weggegeven. En iedereen zegt, ah, het was goed, maar dat is. Ja, de hele mentaliteit zit fout. je moet terug. Anderlecht moet zijn wat dat deze weken is, in de zin van. We winnen wedstrijden met 3-0, 4-0. En enkel, enkel Standaard was ja, een punt voor Brugge de laatste week. Want ja. ze winnen nu terug van KV Mechelen met, wat was het, 4-0? 3-0, ja. 3, ja. 3, -0. 3 -0. Dus dat is wat Anderlicht eigenlijk moet zijn als in we zijn dominant. Oké, okay, Club Brugge speelt dat misschien ook soms met 3 van achter, of dat maakt niet uit, maar je, je speelt dominant voetbal. Je speelt Champions League. Je speelt mm -hmm. elk jaar mee voor de titel. Dat is wat Anderlicht moet zijn. Dat is dat DNA wat, de, wat de Bayern heeft in Duitsland, wat Real, heeft, of Real en Barça hebben in Spanje. Wat een um, United had, een City nu, en Liverpool nu hebben in, in Engeland. Ja, en dat is wat Anderlecht ja. moet ambiëren om te zijn in Engeland. Basim, ik heb een mm -hmm. vraag voor jou. Mm -hmm. Want jij hebt wel een aantal weken geleden naar buiten gekomen. en je hebt gezegd van dat je maar wel de ideale coach vond voor Anderlecht. Sta je nog bij die statement? Hoe je veranderen? Waarom vind je die statement correct? Maar ik, ik, ik heb vooral die statement toen gemaakt, denk ik omdat, ik, omdat ik toen een paar goede wedstrijden heb gezien van Anderlecht. Okay. En dat hij, dat hij de spelers toen echt goed heeft gebruikt. Maar nu dat ze. Ja, weet je, het is realiteit. <laughs> 13 op 30, denk ik. Ja, gebuisterd. 13 op 30, en niet eens tegen de grootste ploegen. Stap dat ik bedoel. Mm -hmm. moeten nog is komen. Ja, is dat ja, komen de hand? Maar is dat dan niet. Een wedstrijd waar hij misschien meer gaat uitblinken. omdat je weet dat je de mindere ploeg bent. en hij dan zijn ploeg op een bepaalde manier kan zetten? En de <sweak> tweede vraag is. is maar zijn eerste seizoen nog steeds. Hij werkt met heel veel uitgeleende spelers die hij moet inpassen in zijn selectie. Is met een heel jonge Dat selectie. Dat is met Anderlecht altijd, toch? Ja, maar jaar. is een heel. Ja, da, U da, een maar talent. was company zijn eerste jaar ook, was ook niet top. Want ja, maar toen, toen riep <laughs> ook iedereen van Company het was, buiten. Het verschil is, maar zo is company niet. Company gaat in, in Anderlicht, of als hij later bij City komt, of als hij ooit bij Rode Duivels komt. Company gaat altijd veel meer krediet krijgen. Maar waarom? Voor de speler die hij was. Ja, maar dat mag niet. En bro. voor de persoon die hij is, dat mag niet. Ik nee, vind dan, dat niet maar, dan, dan mag niet. Maar wie, wie, gaat company, wie gaat tegen Company zeggen, jij bent niet goed genoeg voor Anderlicht? Ja, bestuur toch? Alla, hij, heeft daar wel heel hij, veel, is, hij heeft daar heel veel touwtjes. Maar hij uiteindelijk vind ik wel, als, als bestuur, dat je iedereen. Ik zeg niet dat als, als Anderlicht nu. Maar zo morgen buiten gooien. Ga ja, ik zeggen dat is vat van Anderlecht. Waarom? Je hebt die gehaald. Je hebt een project verkocht aan de coach. Of jullie hebben besproken over een project. Dat project ging sowieso. Nee, maar zo zegt dit jaar: hij komt bij Anderlecht waarom ik nu spelen. Sowieso niet. Jawel, dus... dat is waar. In, in Mav keek ik keek naar Mav En hij zei wel. De eerste dag dat hij kwam, de eerste training die hij geeft, zegt vanaf nu: Is jullie idee allemaal in deze kleedkamer, Wij spelen kampioen. Idee, maar ik denk dat hij echt niet. Dat is een beetje ja, speels gaan, nou, gaan prikkelen en zeggen: van, Dit is nou waar we moeten toestreven. Maar ik geloof niet als coach dat hij naar deze selectie ziet en zegt van: Dit is kampioenmateriaal. Dan, Dan moet je niet naar andere lichten. Dan moet je niet naar andere lichten. Ja, komen. Maar, eens, ja, maar, ja zo, maar dat is voor Fabio Silva en voor Lars Maar dat is een project. Maar bro, maar denk, je, maar denk je echt dat Matsu is gehaald door het bestuur? En ze hebben tegen hem gezegd: Van een ticket gehaald in. in ja geen kampioen ja, spelen ik geloof ja, het niet ik ja. geloof het niet dat ik, mag nee want dan als het bestuur van Anderlecht nu zegt begin van het seizoen maar zo jij moet dit jaar kampioen spelen dan zijn die dom maar die zijn dom want ik, ja, ik, maar, ik, ik heb meer het gevoel van dat, de bestuur had het idee van ah, heeft hij niet gemist met Union Zo gezegd, ah, een, een mindere kern mm -hmm. als hij naar ons komt maar dan, geen betere kern dit jaar hè? maar voor hun wel nee, nee, bedoelt hoe bedoel je nu beter dan vorig jaar nee Ander, nee, nee, nee het vergelijkt met Union vorig jaar betere kern maar kern van union was beter man ja dat is zo dat is, dat is maar heeft Maar hij heeft het uh, zit nu met minder heeft nu met minder kern heeft 13 14 spelers gebruikt het hele jaar he? bij union Omdat hij, ja maar ook dit dus jaar... Dus het gaat volledig om die kern gaat niet om de bankzitters. nee oké okay, okay, maar heeft. zelfs oké okay, de basiself van union vorig jaar vergeleken met de basiself van dit jaar aan de licht wie is daar echt beter buiten fabio silva niemand oké okay, want je hebt de twee spitsen je hebt undaf en van Zer. Ja, ja daar gaat niemand... tegenover van. esposito en, en fabio silva Wie pak je? Roer. degene die vorig jaar toen heeft je prik plus ja, dat is wat ik zeg. Ah ja, ik pak toch Union? Ik pak die twee van Union. oh ah, ja, maar ja. dat is wat je dus... pakt de, je maar de, je, wacht, je pakt... Wacht, ik pak die keeper, wat de ligt boven die van Union. Oké. Okay. De verdediging, ik pak, ik pak... Ja, je pakt die nu, omdat vertongen en goed. De Bas vind ik ook heel erg. Ja, oké. Okay, maar als we kijken naar... Zo'n dus seizoen begint, wist je dat de Bas zo goed zijn? Niet echt. Ik moet zeggen, Hij heeft veel potentie. Eind vorig jaar ja, was ik wel echt fan van hem. Nee, ik, ik heb gehoord. Meer dan, 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 dan dat ik hem nu Ja, vind, maar, maar nu maar, gaan we even op potentie. Die, ja, maar nee... Vorig jaar vond ik. Het, ik iedereen zegt altijd: het doorbreken is gemakkelijker dan bevestigen. Daar hebben heel veel jongeren God. bij Andrecht gemerkt: Praat, Dielemans, uh, Den Donker. Verscharen uh, ook op het moment. Waarschijnlijk ook. Er zijn heel veel jongens die dat hebben gemerkt: van het doorbreken is één ding, idee. maar het volgende op ja. bevestigen is ja. heel moeilijk. En dat ga je nu sowieso ook hebben. Iedereen gaat dat hebben. Ja, maar die, ik, 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 ik baseer dat dit jaar een doorbreekjaar is. Wie? Oui. Van, van de Bast? Ja. Ja, dat ik ik. Dat nee, nee, dit jaar is het een doorbreking. Ja, 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 je ja, ja, hebt nu ja, ja. net je eerste selectie met de Marquez gehad. Okay, je dus start bij Anderlecht. Okay. Ja, dit die drie tegen ja. Union. Wie zitten jullie hoger? Union of Anderlecht? Verdediging. Top, ja, de, de back drie. Ik pak liever die van Anderlecht om het seizoen mee te beginnen. Zonder vertongen, hè? Dus Delcroix, Hoed en Zinno de Basten. Uh, dat is uh, Dinges is er, hein? Murillo is er en Gomez was er toen back ook. Back drie. Je hebt nu naar Wimberg aan het gaan. Back drie. Dat is Hoed, De Bast en Delcroix. Tegenover? Tegen Van der Rij, de Birch's en. Mm. Ik ben zijn andere naam vergeten. Candoes? kandus? Ja, oh, moeilijk. Oké. Okay. Okay. Ik pak 50-50. Oké. Okay. van elf. Wie pak je? Union. Kijk ja, ook. Ja. Oké. Okay. Middenveld van Union was ja. thomas Nielsen ja, nee, en. Nee, en nee, union. Ah, ah ja, oké. Okay, ja, wingbacks was het... Um, en, uh, en hey, 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 Gomez en La Poussin. Gomez en Dingus, Murillo. Oké, ik heb het jou. En, dan, en dan, ik heb Spitas al gekozen voor Union. Dus... Het dus zijn, zijn maar, vergelijkbare ploegen Je hebt op twee posities gepakt voor Annelies en dat is gewoon Wingbacks. En één van die guys was er al nu. Ah ja, ging eigenlijk al vertrekken. zijn vergelijkbare ploegen in dus, kwaliteit, denk ik wel. Dus is het juist voor het bestuur van Annelies om te zeggen tegen Mazou... Jij moet kampioen spelen met deze selectie. de selectie van vorig jaar, wat jij had vorig jaar. Maar alles is fout. Ik vind... Ik, hij is niet de coach die ik zou pakken als je anderlicht bent. Dat is een leuke discussie, man. En dat ja, is niet probleem. het systeem dat ik vind dat anderlicht zou moeten spelen. Mm -mm -mm. En ja. Maar, ik vond, ik, ik maar vond, wie, ik wie haalt ik... je anders als coach? Ja, dat weet ik niet. Maar zoek beter. Ja. Pak een Hollander. Pak je Wouter Franken? Ja. ja. Ja, dan probeer. Ja. Kijk, hoe, hoe komt het dat iedereen wist op KV Mechelen dat hij naar gek ging? Bo, de moment dat, dat dingen naar buiten komen is al lang beslist. Ja, dat, dat is in voetbal. Je ziet ja. zeggen, maar waarom heeft. Hoe lang op wisten we dat? Want dat kan wel zijn dat de timing misschien verschilt. is. Ik weet ook niet hoe lang, dat... heeft, hoe lang heeft Anderlicht misschien van geweten? Kruin. Wanneer wisten ze dat van, van Burnley en zo? Dus, ja. Dat is wat ik wil zeggen. Het is een hele moeilijke kwestie. Oh, ze, kon, ze konden beter zoeken. Jo, ja, ik ben van van Jonas' Droek. Wauw. Ja, maar... dus ik ben echt blij dat je dat zegt. Iemand zeggen... zei ook in mijn mentions dat, dat... Maar Nee, ik was of, uh, Hij was assistent bij Antwerp. Ik weet het. Hij was assistent bij Anderlicht. Ja. En uh, hij is ook bij sint geweest. En hij is nu de hoofdcoach bij Westerlo. 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 Um, ja, het maar, is het ja niet, en... maar is het niet makkelijker om met een mindere ploeg beter. Voilà, om, om meer te Ja, je hebt niet de, de verwachting, Maar speel. ik denk dat Westerlo ook nee, weet. Ik weet dat... niet, hey, nee? hey, weet dat aan van de, de, de andere kant, die van Westerlo. Westerlo hij speelt kampioen in tweede klasse. en zegt volgend jaar wil ik Play of 1 spelen. Je weet al, van bovenaf is er de verwachting dat jij, jij vierdes wordt, minstens. Terwijl nee, ja, maar... Antwerpen, Brugge en dat's, Gengst. Dat is brainwashed, Jill. Ja, maar, luister. Dat is wanneer wij zeggen op profclub, zo gaan kampioen ja, we gaan elke keer KBU spelen. gaan spelen. Ja, maar dat is een mindset. Maar als, als we als iets promoveren, we nog steeds mensen hebben van ik heb nu om ja, dat is, ja, ja. Dat is een in, Maar ik denk niet dat dat effectief gaat gebeuren. Ik, ja, ik even, even voor Jonas de Roek, voordat hij vertrok van Anderlecht, want hij is eigenlijk vertrokken, omdat hij zoiets zegt van ja, ik word altijd assistent assistent, assistent, ja, assistent ja, ja, ja. van een andere coach, uh -huh. geef mij die kans. Uh -huh. Hij krijgt dat niet. En ik, ik krijg... heb zoiets van, dat is bij heel veel van die coaches, dingen die zo kunnen worden, bij Losin. Wim de Dekker had ook. Wim de Dekker, de dekker, de dekker bij Antwerpen, voilà. En ik heb zoiets van... Had je bijvoorbeeld in die tijd misschien, dat is heel hypothetisch, Jonas de roek gelaten? Die guy, hij is ook gewoon die gast. van, hij wil jongens hebben, maar daarnaast moet hij ook die ervaren spelen. Maar ik denk wel, als anderlecht zijnde, is dat misschien te vroeg. Ik denk wel dat de anderlecht de ploeg is die, die een coach moet gaan halen die het al goed heeft gedaan. Mm. En ik, ik vind dat, dat, dat is de moeilijke voor mij om te zeggen, als, als club die kampioenschap ambieert om mm. een trainer te gaan halen die het goed heeft gedaan bij een mindere ploeg, dan haal ik liever iemand die ergens anders kampioen is gespeeld. Ja, of in een andere bijna, land. Nee. Ik heb dat bijvoorbeeld ook: ik heb heel lang tegen de aanstelling van Pioli geweest, omdat hij nooit iets heeft gehaald. Maar jij zei ook, oh, Joli was niet de coach om te Zelfs Zelfs week, drie weken voordat hij kampioen, voor kampioen nee. speelde, zei ik nog steeds. Hij is niet de guy. Maar soms moet je die coaches ontwikkelen. Ja, soms moet je dat ontwikkelen, maar langs de andere kant. Soms ligt... moet je als clubontwikkelaar zijn. Ja, maar het ding maar... is, Milan, Milan had in die periode moesten ze ook ontwikkelen, gewoon als ploegzijnde. Ja. Andere licht zou zich nooit mogen focussen op het ontwikkelen. Ik heb genoeg meer ploegen. Jullie hebben ontwikkeld in het jaar dat jullie kampioen hebben gespeeld. Hey, Hé, dank je. We zijn nog steeds bezig. Nee, maar ik vind dat. Nee, maar ik vind dat. ja. maar ik ga te spreken, dat daar nee. ik het zeggen. Maar ik vind dat heel mooi bij heel Simulan. Ik vind <laughs> het heel mooi bij heb Simulan. Ik had het gevoel van de dat jullie toen hadden nog een jaar te En jullie hebben dan kampioen gespeeld. Dat vond ik mooi maar. maken. Nou, wow, ja, ook. Het zou nu als ik hoop dat God verbid dat Arsenal kampioen speelt. Maar als ze dit jaar kampioen spelen, is het het jaar dat jullie echt aan het ontwikkelen zijn. Dus je denkt je dat echt mooi is, Nee, maar dit is het dan bij... gaan jullie lange termijn. Maar, dat jaar, maar zowel, dat jaar is... zowel bij ons als bij hun, ik, ik, ik zie het als de laatste ontwikkeling. Want je hebt heel Laat veel jaren gehad. Want mm, als, je kijkt, steps, als je kijkt naar hoe dat jullie ploeg altijd al die filosofie had onder Arteta van. mooi voetbal en soms knullige doelpunten tegenkregen. hadden wij ook zoiets van. we willen wel die counterploeg zijn, maar we hebben nog niet de spits die dat brengt. We hebben nog niet de buitenspeelers die dat brengen. Want Liao is heel lang een frustrerende speler geweest. En je hebt wel zoiets van. op het moment dat dat er allemaal uitkomt, dan spelen wij kampioen. En dat is nu bij jullie misschien ook aan het gebeuren. Alhoewel, City gaat wel komen. Maar het is, het is te, het valt te bezien hoe, hoe dat, dat gaat lukken. Oké. Okay. Mm -hmm. Massim? Nee, ik wou eigenlijk ingaan op wat jij eigenlijk zei. Van, van, ja, allee, dat je als ploeg en als anderlecht zijnde eigenlijk nu op zoek moet gaan naar dan een coach die het al goed heeft gedaan bij een ploeg. Ja. En dat vind, ja. ik, en, 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 allee, dat vind ik sowieso een, een goed punt. Maar het, ik denk het geval van anderlecht... Ja, die ploeg heeft sowieso al een bepaalde uitstraling, een bepaalde filosofie, een bepaalde geschiedenis dan vind ik het moeilijk om enkel uit te gaan van, ah, die, die coach heeft het goed gedaan bij die ploeg, dus laten we hem halen. Ik denk dat je daar meer de combinatie moet maken van, maar dat moet ook dan een coach zijn die echt dan past bij Anderlecht. Als in, ik vond Alex wat hij bijvoorbeeld zei in de groep, voor het Losada, voor mij zou hij dan meer die guy zijn. Nee, waarom? Maar. Het voetbal dat Losada speelt, is, <laughs> dat hoef je ook niet zien op aanval. Maar heeft Losada geen aanvallend voetbal gespeeld bij Beerschot? Mijn momenten, ja. ja maar ja, maar, maar los, dat is het risico. Maar jullie vergeten ook de periode toen het moeilijk ging. dat je ook gewoon of, La, of laag blok-avalanche ze... blokavond en ja. zo. Hè. Mm. Dus ik vind het. Ja, ik weet, ik maar weet maar niet dat, of... Maar ik bedoel eerder van. je moet dan echt ook kijken. niet enkel naar ah, heeft het je gedaan bij die ploeg. maar je moet ook kijken naar. oké, okay, maar die, die coach moet echt gewoon. Passen, Wie zou je anders ploeg pakken ploeg als Anderlecht zijn? De nu A Anderlecht doet mij denken aan Manchester United, man. Maar in, in, in ja. wat, je, in wat je nu hebt gezegd. Dat is voor mij. Logisch dat je Jonathan Rook neemt, omdat hij na zijn spelerscarrière direct assistent, ik weet niet voor 4, 5 jaar is geweest, die, die is en Dat is kind aan huis. Ja, dat je wat ik bedoel? Ja. Dus die, die weet alles, ja. die kent alles, die kent alle spelers al 5 jaar lang of zo. Ik hoop dat hij het kan afleggen dat Wouter Brenke zo heeft gedaan. Zo, ja. Eerst mensen in een lagere ploeg omhoog helpen en dan. Waar is dan de oplossing voor Anderlecht? Uh, maar, maar zo ontslagen? Nee, mm. die moeten... nee wat, maar dat is het eerste jaar. Wanneer ga je hem ontslagen? Hoe lang wil je geduld hebben, is de vraag. Ja. En hoe lang hebben uw fans geduld? Ja, ik denk, ja, aan, maar als, fans als, moet je negeren. Ik... Nee, 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 maar, maar als ik vandaag, ik, van ik, ik hoor vandaag mensen in de 80 minuut zeggen: zien we gaan naar de poort, we gaan ze opwachten. Nee, maar kijk, Brian, <laughs> kijk. Ja. Ja, maar dat, dat is de realiteit Anderlecht, dus kijk, hoeveel geduld wil je hebben? Kijk, er is geduld hebben. En ja. je kunt als stopclub geduld hebben en je kunt zeggen: Oké, okay, af en toe spel hier, af en toe is een moeilijke winst tegen een kleine ploeg. of Weet je, oké, okay, je kunt geduld hebben. Maar Anderlecht zit het nu met een 13 op 30. Als ze nu nog twee keer verliezen, dat is dan 13 op 36? 36. Dat is lang geteld. <lacht> ja, oké. Kom precies. Nee, drie, maar, drie. Ik bedoel, maar ik bedoel, zeg maar. Alleen staat nu ook in de, in de, in de, in de rechterkolom. Ja, broer. Dat is, ah, soms broer, soms moet je door, door de pil bijten, man. Jij zult dat wel weten. kijk, de, kijk Gent ja. heeft ooit die periode ook gehad denk ik. Gent heeft echt ooit een heel Agent ah, begin vorig jaar hè. Ja. Ze hadden drie kortjes ontslagen of wat twee maanden tijd was of zo. We zijn niet die uh, dat is zo was open kern... brief gekomen van, van van de kern van Gent Genk ze, of Gent. Ja. Agent. Gent. Dat dus ja. stond een kei lang veertienden of zo. En in zo... Uh, standaard boom, heeft boom. de tweede helft ja, tweede, ja. tweede helft. Standaard heeft het Ziet jullie zijn te snel bro. Nee, ik zou die niet ontslaan, maar, window, maar zo moet je gewoon ofwel 4-3-3 ofwel 4-4-2. Maar hij gaat dat niet doen. 4-3-2? 4-4-2. Ah, oké. Okay. Ja, hij ging zoals die uh, Amerikaanse eigenaar van Chelsea. Heb <laughs> <laughs> ja. dat gelezen? Ja. Wat is Hij had een opstelling gemaakt, maar er stonden elf wildspelers op. Hij had, hij hij had de... gestuurd 4-4-3. Ja, dat was het ding. Ja man, shit dat was funny man. Ja, je weet uh, meer. Dan was er iets heel grappigs gebeurd zaterdag. Kun je dat je Jose Mourinho volgen op? Ah, uh, oh, uh, ja, wat wat je? Maar, ja, wat uh, je. Uh, dus het leek er eerst op, hoe dat ik het had bekeken, dat hij precies pannen had met zijn auto en dat hij niet naar het, na, na het stadion kon geraken uh, tegen Inter Milan. Nu, wat was er eigenlijk gebeurd? Hij had zijn schorsing gekregen uh, de vorige ja, wedstrijd ja. omdat hij op veld was gekomen en uh, dus hij mocht de wedstrijd niet gaan. Uh, hij mocht gaan, er niet bij. Hij bezig. mocht niet coachen in, op de wedstrijd. Dus. Hij heeft eigenlijk de wedstrijd bekeken uh, in, zijn, ja, in zijn autootje. Maar hoe hij dat uit, ja, hij zei ook zo van ah, ik zit precies in het gevangenis hoe ik de wedstrijd moet gaan bekijken. En hij was zo precies als een fan, zoals wij wedstrijden kijken, dus in zijn auto's op zijn laptop zo. Ja. Van, ah, kom maar, kom maar, kom maar en al die dingen. Uh, en daarna is hij dan wel, uh, na de wedstrijd. In het stadion geglipt om dan uh, mee te gaan vieren in de kleedkamer. En de wedstrijd dat, dat was gespeeld was Inter tegen Roma. We je op een 1-2 overwinning van Roma. Uh, doelpunten van Smalling, een doelpunt van uh, Di En dan een doelpuntje van Inter weer er gescoord. Di Marco, die maat. Wat vonden we van de wedstrijd? Ik ga eerst naar onze Italiaanse correspondent, Gilles. Uh, ik vond het bizar genoeg uh, tegen. Inter AC vond ik een, een reclame voor het Italiaans voetbal en deze iets minder. Ik ja. vond het niveau van arbitrage um, te laag eigenlijk. Ik vond dat er veel te veel werd gefloten, te snel werd gefloten. En ik miste, ja, ik miste gewoon animo tijdens de wedstrijd wel een beetje. Ah. Ik, had, ik had niet het gevoel dat er alles uit werd gehaald, maar ik had wel het gevoel van... Er zit echt wel talent in AS Roma. Mm. En de Italiaanse competitie staat een beetje op zijn kop, want je hebt nu... Lazio, dat bovenin staat met Atalanta. Um, wie staat er nog bovenin? Udinese en um, je Napoli. Je Napoli je staat je eerst. Ja. Uh, wij hadden eigenlijk eerst moeten staan als we die wedstrijd, thuis niet verliezen, uh, die wedstrijd tegen Napoli niet verliezen. Ja. Dus het uh, is, is momenteel. heel... Dichtbij, heel ja, het staat wel dichtbij, maar het is, is heel hectisch. Want iedereen zegt op die begin van het seizoen: het wordt dezelfde wedstrijd van de laatste twee jaar. AC en Inter. Inter is er helemaal niet meer aan doorkomen eigenlijk. Je hebt Lukaku die jammer genoeg geblesseerd is al uh, een paar weken. Ja schat um, naar Calvin Klein. Wauw, wow, dat, wow, dat, <laughs> dat, wow. dat is echt Wauw. <laughs> ik kan niks zeggen. Um, hou Google een tik in. Of hou Insta gewoon Instagram zijn een tik in, Romelu Laat hem hier. Calvin Klein. <laughs> <laughs> en, uh, en AC Milan, ja, die, die zijn wel goed aan het seizoen. Bezig Inter bedoel je? Ja. Nee, AC. AC ah, okay. is wel assi, goed assi. nu aan het seizoen, Inter, Inter veel minder. Ja. Maar AC is nu wel goed bezig. Natuurlijk, we hebben de beste speler van de wereld op dit moment, dus het kan ook niet anders. Shit, daar we de bus willen en de wereld is op het WK, ja, verdoemen. Ik hoop het voor u. Ik hoop het voor mij <laughs> ook. <hoop het> <laughs> <laughs> ik hoop het voor u, maar ik denk dat die bank zit er bij United, ja, starten boven hem. Hij speelt geen middenveld tegen nee, jou, Nee, nee, enkel linkerflank. En jij zei vroeger dat hij Wat is bank zit er? Van United. Ronaldo? Hij speelt gewoon, sp no, hij speelt spits, hè? Hij is toch op de bank? Ja, maar hij speelt spits. Maar hij is op de bank zitten. Wat heeft het te maken met Liao? Nou, no, Liao no, no, speelt flank. Genre, er gaat iemand naar links verschoven worden, like, Nee, Nee, Jota no, spits. Ja, nee. maar nee, nee, maar Jota... ah, maar kik, kikusota, kik, 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 wat? Nee, nee, maar ik zeg, er, er zijn een heel aantal spelers, als in Jota, Felix, ja. uh, Felix Fernandes. Lars no, uh, no, speelt meer dan Felix. Bernardo, wat no, is speelt meer dan Felix, hè. Ja, zo, ja, hij heeft een voorbije periode. Wat ik geen van was, want die jongen is je putant te raken. Iedereen is geblesseerd bij ons, on plus. Dus uh, ja. ik hoop vooral dat we, dat we iedereen fit houden. We hebben natuurlijk dat Italië toch al geen uh, WK speelt, dus de Italianen blijven fit. Mooi, mooi, mooi. als blijft fit. Terug in de Roma's. Ah, ja, in de Roma ja. <laughs> um, als je hoort, ik Roslero hosten. Nah, ik zeg het maar. weer? <laughs> <you, fuck laughs> ik wil jou niet. Dus, uh, maar in Dybala, in dingen um, ook, uh, Tammy Abram. Zaniolo. er zit heel veel talent in die ploeg. Dus die is, dat is Mourinho dat uit kan uh, krijgen. Pellegrini? Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini harde ook harde speler. Ja. Uh, dus er zit wel veel talent in die ploeg. Uh, so. Maar ik ben benieuwd hoe, dat de, hoe dat de titels gaat verlopen. Ik, ik zie Napoli eigenlijk nooit kampioen spelen sinds Maradona er niet meer is. Dus ik ben benieuwd wie dat er het eerste van de twee aanvankelijke titelkandidaten aanstaat gaat maken op die alsof. titel. Ik denk Napoli dan. Alleen gaat dan. Mm -hmm. Voor mij was het weer te, een typische uh, serieauswedstrijd. Kijk, 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 kijk. kijk. <laughs> ja, Wou uh, ja, uh, ja, je daar ook zes tegen doelpunten. Ja, een beetje spanning. Probeer een beetje like spanning, broer. Vond nee, jij strijd. die match spannend? Ja, bro. zes <laughs> is dus drie, let's go. Wanneer vond <laughs> ja. je City United spannend? Broer, toen Marcel Marcel die bal ging pakken <laughs> <in> de <deze> <laughs> ja, ah, is let's dom, man. man. Uh, nee, ik vond de doelpunten wel verouderd, man. De doelpunt van, uh, van die Marco. Ja, hij was zo traag. Ja, zo. Hij was super traag, een keeper. Raakt hem nog en gaat in naar een doelpunt van die balen waar ik denk van, Handano Handanovic, wat doet hij? ik denk echt dat Handanovic vast zit in slow motion. <laughs> maar. Echt, als sinds 2017, 2018 of bro, zo. maar hij valt zo, Jean, je derde mee valt naar achter bro. Ik heb dat nooit gezien, als steeds ja, denk Nee, maar die bal... Jean, als FIFA. Nee, daar word je alleen bro. Toen FIFA 16 glitchte, dat is hoe Handanovic gistert. <laughs> en Honana zit daar op de bank, hè? En hij is ook... Hij is niet hard sinds hij terug is van zijn badkamer. Hè. En dan Chris Malin scoort, broer, met zijn, met zijn drits, broer. Ik ben hem niet gewoon met Dris, hè? Nee, nee, dat is. Dat ik ben het niet gewoon. Nee, ja, ik oh, weet niet, man. Maar wa, wa, allee, wat vonden jullie van die uh, in de spits? Juventus heeft een grote fout gemaakt, vind ik. Nee. Nee. nee je hebt hem niet niet sterren bij Weimel. Juventus, broer. Ik ben geen fan van hem, man. Hij was niet hard, man. Nee. Dus, nee. Ah, hij kan is zo strak, niet... die Ze spelen vijf zinnen per jaar en dan zijn ze blitz. Nee, had, maar die, ik vind dat die niet goed is gebruikt geweest bij, bij Juventus. Nou, maar hij is niet hard. I promise you, hij is niet hard. Hij is handig. Hij is ja, handig. Ik vind hem gewoon handig. Hij is zo die handige harde die.

Maar hij kan gewoon in, in een systeem, dat lukt niet. Weet je wanneer dat ik besloot dat hij niet hard was? Wanneer? Toen dat ze uh, eigenlijk hadden besloten om hem van Juventus naar United te sturen. Toen het echt niet goed ging naar United, een paar ja. uh, jaar geleden. Toen hij met Pogba ging installeren. St ja, staleer. en hij was aan het in de kleedkamer omdat hij weg moest. Ja, ja. Toen wist ik van, dat gaat nooit een het speler worden. Afgeleken, kom op man. Nee, lijkt man. Maar het ding is... My, my Bro, die... Messi neemt hem nooit mee, omdat hij met Maxi Gomez en. Nee, dat is niet hij. Dat was niet die Bala. Ah nee, dat was Icardi. Dat, dat was Icardi. Icardi ja. Bro, ze zijn allemaal niet hard. Icardi, die bal, <laughs> dat is dezelfde fraude. <laughs> dat is het probleem. Dat is de 9 en 10, de grootste fraudeurs die er zijn. De chatting is met Icardi, waarom hij verkeerd wordt gebruikt, is hij heeft een systeem nodig, Old school met echte 10 en ze spelen tegenwoordig. Hij in is een trekkoartista van de jaren 80, dat is zijn probleem. Ja, cool. Want, wacht, hij was, hij was bij Palermo. Ja. Van Palermo. Toen was hij zo! Ja, want bij Palermo ja, nee, weet ik, nee, dat was hij zo'n systeem van 4-3-1-2. Met Mikkolo in de spits. Ja, dat is een harde ploe. Ja, Voorlan heeft daar ook nog gespeeld. Cavani, nee? Ja, Cavani, Voorlan. Wou je zeggen van die ballen? Ja, ah. ja, ja. Ah. topfest. Ja, nee. En wel, ik vind dat hij gelijk heeft, want bij Palermo was hij, systeem hadden van vier, drie, één, twee, ja. dat Diensten hadden ze zo'n systeem van 4-3-1-2. Maar dat is echt zo alleen helemaal die tienerrol overnam en dan... Plus hij had drie guys achter hem. ja Niks defensief. Blijf <laughs> van voren. Ik denk dat dat de, de, de moeilijkheidsgraad is nu voor hem, omdat hij zo... Hij kan geen ploeg dragen in, als aanvaller. Ja. Genre, hij, hij is niet de persoon die van Roma een ploeg gaat maken die voor de top twee meedoet. Dat, dat vind ik. Misschien, misschien moet hij dan na, naar... Misschien buiten Italië naar een goede ploeg of zo gaan. Hij zou hard zijn in Spanje, denk ik. Ja, van. ik denk dat ook. zit hem bij een ploeg als Real Sociedad of zo, hij is hard. Ik had Oeh. niet verwacht dat hij naar Roma ging gaan, man. Jawel. Nee, maar als zo... Kijk... dat Inter wou ook voor hem Ja, hadden. maar hoe dat Mourinho zo gaat met fluwele spelers, had ik het niet verwacht. En toch is hij naar dag gegaan, man. Welke fluwele spelers heeft Mourinho nog gehad? Elke keer hij een fluwele speler heeft... Mata speelde goed bij Chelsea, Mourinho kwam um, je ja, Hoeveel fluwele spelers heeft hij gehad? Heeft hij Hazard heeft? gehad? Ja. Begeleid of Chelsea? Ja, ja, ja. Mourinho? Ja ja, ja, ja. Eén jaar goed, en toen zei Hazard... En William kwam te veel defensief werken. Ze hebben achter ze gestaan, Mourinho buiten gewerkt en dan zijn ze ineens terug weer uh, omhoog gegaan. Heeft maar elke ja. keer je moet eens kijken naar Mourinho, mee, ook met Eusel, bro. Eusel was toch hard voordat Mourinho kwam. En dan Mourinho, hij was aan het banken. Hij heeft Mourinho uit op de flankje gezet. Alexis Sanchez was dat ook. Niet bij Manchester. Denk ja, ik heb, maar... Gent die Maria hij was bij Manchester toch ook? Toen had daar daar? Nee, op. dat ja. was Van Gaal. Ja, ah, van Gaal, ja. Van Gaal zat in een wingback en zo. Ja. Ja. Moet je eens gaan kijken, bro, Mourinho werkt niet zo goed met echt getalenteerde. Echt zo Puur technisch, echt zo Ja, ja Hij weet het niet meer, bro. Had hij dat niet bij FC Porto? Maar Porto, had een maar Porto was een omslag. Ja, Porto was meerdere. Ja. Chelsea gewoon op omslag, hetzelfde met Inter. Hè? En ja. Inter toen het was het hele snijder in, in zijn beste vorm. Waar dan mensen in, uh, niet over weten of dat hij beter of minder goed dan de Bruin was. zijn prime. <laughs> ah, de way, af te sluiten. De Bruin is gewoon beter dan, dan snijder. Ik bedoel, we gaan niet dom doen, bro. We te stoppen met de nederland -hype, man. Ja, jij, moet bro. We moeten te stoppen met de nederland -hype, man. De Bruin is gewoon een betere speler. Weet je, ik, ik vind De Bruin ook gewoon een betere. Hij is proezoer. gewoon beter, betere, hij, hij is beter, hè? Maar in het beste jaar van De Bruin winnen ze jammer genoeg de titel niet. En in het beste jaar van Snyder heeft hij ja, een treble in een WK-finale gehad. Ja, en als Robben die kans Robbe afwerkt, heeft hij een ballon door. Jullie moeten stoppen met zeg maar zeer op trofeeën. Kijk gewoon naar de spelers. Nee, 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 Wie is ik er ga, beter? Ik, ga, ik, de heb het, ik heb het niet alleen over de trofeeën. Het feit dat hij altijd de belangrijkste speler man, was in het in treppelwinnend jaar. Bro, was jij Team De Bruyne of Team Sneider toen? Bro, ik ben neutraal. <laughs> en als iemand van mijn collega's kijkt, ik ben Team De Bruyne. <laughs> nee, maar ik vind wel. De Bruyne is een betere voetballer. Sneider Sneijder echt actief. Maar ja, het, Broer 2010, ik was daar toen. Maar Het niveauverschil niveau dus. is wel kleiner dan de meeste mensen, denk ik. Nee, nee, niveauverschil is, 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 is bletend. Ja, ja, Het niveau is duidelijk, bro. Sorry, man. Hmm. Sneijder is hard, hè. echt waar, Nee, Sneijder, maar respect. Hè. En ik had dat ik zo speel als ik hard vind, moet bijschen. Sneijder is echt hard, maar hij is niet de bruine, man. Nee, nee, en nee. Exact, ik, ik heb, ik heb de bruine is... alleen gezien als, als, als rival, beseffen. Nee, maar ik zie de bruine, ik zeg ook dat hij beter is. Hè. Maar het niveauverschil tussen de twee is volgens mij nee, nee, scherot, kleiner dan En voetbal, dan, is, dan de voetbal is beter geworden dan toen. En zo is er ook een discussie over: Neymar en Ronaldinho, maar ik ga die na 2K bij jullie houden. Pas je, Brian, voetbal is beter geworden dan toen? Ja. Ja, dat is waar. De voetbal is een betere sport dan toen. Niet moet er mee stoppen, man. We zijn allemaal als doel, broer. Nee, Stop ermee. Ja, <laughs> het is wel heel moeilijk om als tien te spelen deze dagen. Maar hij speelt, de als ruimte team. Zijn veel hij speelt niet als team. Nee, maar ik bedoel, Snyder, zijn, zijn kwaliteit als ja, tien ja. zou in het hedendaagse voetbal enorm moeilijk zijn. Als flank op de flank zit, als valse, valse <laughs> flank, dus ja. bon, uh, Brian, je... heb jij een tactische minuut voor ons? Ja, Gilles. Kan je dan nooit uh, meer vertellen? 80 uh, <laughs> over uh, Arsenal tegen volk. Spurs. Ik ga het proberen kort aan, want ik heb heel veel slides, dus ik ga de, ik proberen alvast. snel door te gaan. Jij um, bent funny. Um, de eerste slide is de patronen van Arsenal um, tijdens de wedstrijd. Uh, dus zij speelden vaak met twee heel brede flankspelers, met Saka en Martinelli. Waarom doe je dat? Je speelt tegen een vijfpans defensie, dus dan moet je proberen zoveel mogelijk uh, ruimte te gaan creëren in het centrum. Want daar heb je dus een overtal als uh, Spurs zijn. Dus hier zie je Saka langs rechts. Hier zie je Martinelli langs links. Hoe heeft Spurs het aangepakt uh, om Arsenal te gaan stoppen? Wat deden ze heel veel tijdens de wedstrijd? Dat was een dubbele dekking zitten. Hier zie je dus twee man op uh, Bukayo Saka. Hier zie je nog eens weer twee man op Bukayo Saka. Um, dat kan je gewoon blijven zelf zien. Daarna gaan we langs de andere kant zien. Hetzelfde hier met Martinelli. Steeds een dubbele dekking. Dus als de bal kwam bij Martinelli, dan kwam uh, Emerson Royal. En uh, Richarlison de druk zetten op uh, Martinelli. Langs de andere flank was dat uh, Perisic en wie was het? en uh, Son. Son. Nu dan zie je dus heel vaak door de wedstrijd heen. Hoe was wat was de oplossing voor Arsenal? Um, zij maakten steeds een driehoek langs twee flanken. Langs de rechterflank was het uh, Ben White Odegaard. En uh, Bukaya Saka die een driehoek gingen maken. En dat was heel belangrijk, want ik, uh, ik was het best tot nu aan het bekijken. En dan zie je hoe slim dat voetballers zijn en hoe dat je op een split second een beslissing gaat moeten maken op basis van je driehoek. Dus nu zie je een driehoek. Je hebt een diepe man, dat is uh, Saka, dus hij brengt een diepgang. Je hebt iemand onder de bal, dat is nu alle twee Odegaard en uh, Ben White. Maar daarna gaat Odegaard de bal inspelen en een diepe looplijn maken. Langs, uh, dus hier zie je dat, dan, dat uh, Ben White een looplijn gaat maken. Odegaard komt onder de bal en je hebt Saka die ervan behoorlijk blijft. Dus de driehoek is altijd belangrijk. Je hebt een aanspeelpunt nodig, een lopende man nodig en uh, een rustpunt nodig om naar achter te gaan, moest je niet aanval te kunnen opbouwen. Plus, wat is het voordeel daaraan? Als je dan een, iemand hebt onder de bal, moest je balverlies leiden, kan je meteen die kantepres gaan invoeren. Dus vandaar dat die driehoek steeds belangrijk is. Um, wat heb je dan hier langs de andere kant? Oei, ik heb het verkeerd gedaan, mijn excuses. Dus hier zie je vaak, Saka heeft de bal, uh, dan gaat uh, Ben White de, uh, de, de overlap maken langs rechts. Oftewel dan heeft Saka de keuze, speelt hij aan op Odegaard, oftewel op Ben White om die voorzet te gaan geven. Hier kiest hij voor Odegaard. Odegaard ziet op doel, wordt gered door um, de keeper van Spurs. Links de kant heb je dan ook een driehoek normaal gezien. Dan heb je dat dus daar met Zaka, um, met uh, Zinchenko en met uh, Martinelli. Hier zie je dan het voordat het doelpunt gebeurt van, uh, van Arsenal. Uh, Parti krijgt de bal, gaat inspelen op Ben White. Ben White gaat hier. Trappen op doel. Maar eigenlijk was hier de verkeerde keuze, want je hebt hier zakken langs de brede kant vrij staan om de bal te kunnen aannemen, maar je doet dat niet in gebruik en je bijt, bijt elke schot. En toen zag je wel als Arsenal zijnde van oké, okay, ze hebben wel een bepaald patroon gevonden. Um, dat is eigenlijk, Ben White is niet iemand die een killerpaas kan spelen, is niet iemand die een goed schot heeft, maar hij is wel heel goed in die overlap en die wordt dit jaar ook heel veel gebruikt. Dus net voor de goal gebeurde er dit. Party uh, gaat inspelen op Odegaard gaat hem doorspelen op Saka. Dan gaat Odegaard de looplijn uh, in de diepte maken om Son te gaan wegtrekken. Dan komt de ruimte voor Ben White. Ben White gaat hem inspelen op Party. En hier gebeurt er nog niks. Maar dan, net bij het doelpunt van Party, zal de patroon. Saka krijgt de bal. Son gaat moeten bijsluiten, want ze moeten de dubbele dekking uitvoeren. De bal gaat naar Ben White. Ben White speelt naar Party. Trapt één tijd. Doelpunt. Dus je ziet al, de actie ervoor was er al ruimte, werd niet goed uitgespeeld. De tweede keer wordt het wel goed uitgespeeld, een doelpunt van Party. Nu dat is niet een patroon dat ik zou zeggen van Arsenal dat elke keer gaat gebeuren, maar het is wel iets dat heeft gewerkt, dus ze gaan blijven proberen en blijven proberen. Na de eerste goal, wat gaat uh, Spurs beter doen? Ze gaan beter druk zetten met twee, zodat uh, de pas naar rechter niet meer kan gegeven worden. Dus hier blijven ze dat doen. Bouw wordt gespeeld op uh, Ben White. Hier zie je dat weer, Party komt in dezelfde zone, kan weer niet afdrukken omdat zijn aanname slecht was, maar je ziet wel van. Ze hebben het een beetje gevonden en daardoor um, blijven ze ook door dezelfde patroon spelen. Nu, wat heb je in de wedstrijd hier? Een 1 tegen 1 situatie. Dat zie je dat Son hier iets te laat komt uh, druk zetten samen met Perisic. Dus Sakka is in de vrije ruimte om één op één te gaan bij Perisic. Dat is een heel moeilijke wedstrijd, Sakka 1 op 1 tegen Perisic. Maar wanneer hij dan wel vrijkomt, dan kwam hij er meestal wel makkelijk uit. Hier weer naar uh, Ben White. Ben White die hier een voorzet gaat geven. Balverlies. Langs links zie je dan de driehoek dat ik de seks had vernoemd, met Martinelli, Zaka en Zinchenko. En we zien dat net voor de tweede doelpunt. Hier ga je zien, Party gaat de bal inspelen, hij gaat Ben White overslagen en hij gaat hem meteen inspelen op Saka. Saka krijgt de bal, je ziet hier dat Son weer te laat komt, dus wat gaat Saka doen? Je ziet ook de looplijn rechts van Ben White, hij gaat de overlapping maken weer. En nou is het eigenlijk als back altijd belangrijk dat je een overlapping maakt. Waarom? Dan ga je als verdediger... Van de tegenstander een keuze moeten geven. Oftewel ga je mee met de man, oftewel ga je mee met de speler die de bal heeft. Overlap. Saka gebruikt heel goed de overlap van Ben White. Komt naar binnen, gaat schieten op doel. Glorys pakt hem en Gabriel, maar uh, Jesus scoort de 2-1. Hier zie je weer hetzelfde. De bal gaat komen bij Saka. Ben White heeft het begrepen. Een overlap maken zodat Saka zijn goede voet kan gebruiken. Dus dat was ook een beetje het ding hier. Je herkent al, zo te laat als Ben White zijnde, want hij keek heel vaak waar dat som stond. Gaat de overlap maken, want hij weet dat de te laat komen, Weer ruimte creëren voor Saka. Maar de actie ervoor heb je al geschoten, dus wat ga je doen als Saka zijnde? Je gaat naar binnen komen. Ben White deze keer wel gebruiken. Voorzet je. En eigenlijk moest het hier al 3-1 worden voor Arsenal, maar MGSO's die net miste. En dat gebeurde heel vaak tijdens de wedstrijd: dubbele dekking van Spurs bal wordt ingespeeld op de centrale verdediger, op Ben White, om dan weer kansen te gaan creëren. Dus zag je door de hele wedstrijd heen, hier ook langs links, met Martinelli zoeken naar Zinchenko, 1-2'tje weg, hier weer ook de 1 op één, is weer te laat, ruimte zoeken, 1 op 1 zoeken van uh, Saka naar binnen komen, schieten. En dat werd tijdens de hele wedstrijd zo vaak gebruikt. En was een beetje het verschil met Saka en met Martinelli. Martinelli is heel goed in de 1 op 1 actie. Saka iets minder en dat zeg je ook wel, want Martinelli pakt de bal altijd vroeg aan en ging altijd de rechtsback van Spurs uh, aanvallen. Hier ook een heel mooie actie van Gabriel uh, Jesus, Eén op één gaat hier uh, Emerson Royal uitkappen, dubbel uitkappen, komt in de 16 heeft dan een schot en dat was een beetje dan het einde van de 90e minuut. het naar Stormy, zat naar Jose Mourinho. Ik heb een speciaal video. <laughs> Dus wat was eigenlijk heel belangrijk voor mij? Um, dus de driehoekvorming van Arsenal. Steeds iemand hebben als rustpunt om die counterpress uit te voeren en om die pas achteruit te kunnen geven. De dubbele dekking van Spurs om dan de acties van Saka en uh, Martinelli tegen te gaan houden. Men hoe heeft, achter dat het dan heel goed gecounterd is, heel veel overlaps gaan maken, zeker langs rechts, met Ben White, zodat Saka kan vrijkomen en naar binnen komen. En daardoor scoren ze dan hun uh, tweede doelpunt. Als mm -hmm. Arsenal. Dat was weer een fantastische tekst minuut, zoals ja, ja. we gewend aan de laatste weken. Die um, mijn vraag ja. is dan eigenlijk zowel jij dit, dit hebt gemaakt als voor Andy. Uh, Arsenal staat nu eerst dus, en ze zeggen altijd stilstaan, is echt de Was zien jullie als volgende stap voor Arsenal in het proces van stabiele toploeg worden? Zowel qua filosofie, aankopen, transfers, uh, alles. Um, ik zou zeggen, um, allez, zeker nu. Uh, is gewoon consistency. Hey, mm -hmm. Dat is het eerste dat, dat, dat je sowieso moet zeggen, want Arsenal is dat zo gewoon om dat zo een tijdje. een tijdje te hebben. Ken het? Mm -hmm. En nu zie je wel van oké, okay, in allerlei omstandigheden, we staan achter, we komen mm -hmm. terug, we hebben een wedstrijd verloren, we wonnen de wedstrijd, winnen weer terug. Dus je ziet van oké, okay, de mentaliteit begint er te zijn. Zo'n patroon, eigenlijk, ja. Zo soort van. En, en ik denk ook gewoon qua, qua spelers, ik zou, ik zou zeggen dat, dat, dat je nu wel voelt van oké. Okay, tegen de volgende transferperiode, allee, dan praat ik over de zomer, de, de, de grote transferperiode. Stel dat wij in de top 4 geraken, wat ik echt wel denk dat gaat gebeuren. Ja, dan, dan heb je wel die optie om echt te zeggen van oké, okay, nu kunnen we misschien één of twee echt top top wereldspelers misschien aantrekken om zowel de ploeg omhoog te trekken, maar om ook... Snap je? Ik bedoel, een, een Saka bijvoorbeeld, dat is, dat, ik denk dat dat veel te veel voor hem gaat worden altijd. Een concurrent nodig. Ja? Maar, hij heeft, maar hij heeft ook geen... Je hebt ook geen restructuring. Nee, nee, we hebben het. Het is een PPW. Gezien, ja. 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 Dus, Je hebt een concurrent nodig eigenlijk Vana. op die positie. Dus ja. ik heb zoiets van, ja, voor mij is top 4 een must. Sowieso. Ik denk van, vanaf daar dat hij gewoon gaat voort evolueren. Ik denk ook gewoon qua filosofie dat hij niet gaat veranderen, maar die, die agressiviteit, die, die grindambitie, mm -hmm. dat is er gewoon echt wel en dat gaat er gewoon meer en meer uitkomen. Het is gek hoe dat we het er wel... Arsenal en Milan hebben vergeleken in, in het jaar dat wij kampioen worden met jullie dit jaar. Maar ik zie dat ook in de zomer die dat wij net hebben gehad. Is dus dat ook een beetje uh, terug te vinden in de transfers. Je hebt vooral dubbeleurs nodig. Je hebt een desk gekocht om uh, uh, Calabria uh, en Florenzi af en toe die rust te gunnen. Je hebt een ciao gehaald van Schalke. gehaald aan van Aster Franks. gehaald Pobega terug van uh, mm -hmm. uh, Leenbeurt. Uh, Adli en de Ketelaren. Uh, de Adli, Diaz zullen voor die tien vechten. Girous laat en nu Origi erbij, die zowel net als Rebic spits of links kan spelen. Je hebt Messias erbij gehaald door uh, concurrentie te geven. Maar ik en, zo troubloeders die het aankunnen, snap dat ja, je? Ja, en ook, ja, je moet, dat, is, dat is moeilijk om je team zo te vormen, want je moet jongens hebben, enerzijds die bijvoorbeeld hun plek gaan kennen, zoals Balo die nu voor ons wel de scoort tegen Empoli, maar zo goed als Theo Hernandez is, vanaf dat hij fit is, speelt hij altijd. Die, dus ja. je hebt jongens nodig die hun plek moeten kunnen kennen als Wissels, maar wel... Ready moeten kunnen zijn, of net zoals Messias in Salemakers echt concurrenten gaan zijn. Ik ja. dus, uh, ja. ben benieuwd wie de wie Arsenal zou kunnen halen of gaat halen als je zegt: van, Je hebt toppers nodig of maar, je hebt nou, mensen nodig. Maar ik, vind, ik vind juist niet dat je een, een topper moet gaan halen voor zeker de leeftijdsspeels dat jullie hebben. Vind ik vind dat je speels moet gaan halen zoals een Balotelli. Hij weet van hij is goed, maar hij is niet het niveau als Theo als Hernandez. Dus dan weet je van het kit is duidelijk waarom die persoon start. Maar moest je terugvallen, is het nog steeds een degelijk niveau. Als je nu iemand kan halen die een hoger niveau heeft dan Saka, want dan moet je een topper gaan halen. waar Saka wel naar naartoe aan het groeien is, en dan ga je wel hem zijn zelfvertrouwen omlaag om, om halen. En dan ga je het voor hem moeilijker maken. Mm -hmm. Dus ik vind dat je iemand moet halen die gelijkwaardig is, maar net iets minder is, maar. Dat wel op momenten een beetje druk kan voeren op een Sakka. Hetzelfde met Martinelli op links. Ik denk dat hij het perfecte moment heeft met. smith is omdat ze dezelfde leeftijd ongeveer zijn. Um, ongeveer dezelfde ceiling. Alleen zie ik dat Martinelli iets hoger. En daar zie je wel dat dat een gezonde rivaliteit kan zijn. Maar als je iemand gaat halen die nu al beter is dan Saka, dan moet je hem eigenlijk op de bank gaan zitten. En dan ga je weer zijn projectie stoppen. Maar dus je moet je iemand halen die een ja. beetje aanduidt. Heb je dan niet het gevoel? Want ik heb bij Engeland bijvoorbeeld wel het gevoel. dat Saka daar misschien meer concurrentie heeft op zijn plek dan de Arsenal. Maar is het en ik zo... vind hem bij Engeland. Beter momenteel dan dit seizoen, bij Engeland nog iets beter dan bij Arsenal. Ah, ik ga niet ik vind, ik vind hem niet zo goed bij Engeland, man. En ik denk dat juist daarom is bij Engeland, omdat er te veel big guns zijn, dat hij zich, ja... Xhaka doet heel veel, doet heel veel dingen doen, voor ja. Engeland dat hij niet voor Arsenal zou doen. Mm -hmm. En bij Arsenal heeft hij gewoon ook die vertrouwen van, kijk, met die guy daar is flank. Dus hij speelt, je ziet dat hij, hij staat iets meer zelfvertrouwen uit voor Engeland dan voor het Maar Engeland is gewoon een shambles om in te spelen, anyways, dat is Oh cool. bro, dus dat je Maguire start voor Tom Hoek, <laughs> Les. Dat oh, um, kan ik niet doen. Ik ga de twee onderwerpen voor andere keer houden, want we zitten al hmm. een uur en een kwartier 21 minuten. Um, ik heb drie Ja, um, Wie is Wally? Ja, wel die? Ja, altijd. Wie is wel altijd. <laughs> altijd? Dat was bijna. Uh, maar ik weet niet of je meedoet, want je vindt toch nooit. Um, de Ballendoorlijst is uh, gelekt geweest. Oei. Onthoud dit, onthoud dit. <laughs> <laughs> um, ik ben de lijst vergeten, maar op plaats 1 en 2 stond uh, Benzema en Mané, Benzema met een 300 of 400 punten verschil. Dus naar, naar het schijnt zal Benzema waarschijnlijk de ballen doorwinnen. Maar is dat een huidige lijst? Want ik snap niet dat je voor het WK een lijst zou hebben. Ja, dat weet ik niet. Dus. Ik weet niet hoe het, uh, de stemming dit is. zal worden. Maar wordt geweest. er toch in, uh, in, in juni gegeven? Ja. Ik dacht dat ook. Ja. Maar ik weet het ook niet. Dus dan is je lijst op basis van september? Nee, van voorstap. Dus ah, van januari tot, tot september nu? Ja. Dan ja. snap ik dat Benzema eerst zou Ja, logisch. Niemand anders. Maar stel je voor dat de Bruiden nu een fantastisch WK en die wint de Champions League of aland. Of dan moeten we wachten tot ja, dan ga je, dan ga je Ja, maar ik denk dat ze gewoon weer in periodes gaan stemmen. Ah, ja, oké. Okay. Op basis van momenteel snap ik dat ben ze maar eerst Dus zorg. ik denk waarschijnlijk van, van januari ontdek, tot ja. eindseizoen en nu van beginseizoen tot zo. Maar ging het niet veranderen? Ging het niet op seizoen? Ja, maar ze ja, 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 gaan nu zo een anderhalve seizoen okay. komen. Oké. Okay, okay, okay. um, dan was het in Koenkoe naar Chelsea. Ik weet niet of jullie nog de hele episode herinneren dat we een beetje aan het bekritiseren waren waarom hij bijtekende. Maar wel de logica inzagen van, oké, okay, hij tekent een jaar bij, hij moet hem meest gaan met Frankrijk voor uh, het WK. Dus hij gaat dan een zekerheid hebben met Leipzig. Om dan, dan daarna wel uh, te gaan tekenen voor een andere ploeg. Dus hij gaat naar Chelsea blijkbaar. Uh, en dan was er iets gebeurd in Indonesië. Um, ja, man. Meer dan 100 doden in, na voetbalrellen in Indonesië. Heb je het gezien, Jill? Nee, dat heb ik niet gezien. Um, dus uh, ja. er was een wedstrijd in Indonesië. Er zijn fans van de, de thuisploeg op het veld gegaan, want zijn ze hadden verloren. Uh, waar de politie is begonnen met raangas te gaan uh, gooien of spuiten. Ik weet niet wat ja. het was. Uh, Waarop er eigenlijk een aantal uitgangen gestoten waren in het, het stadion zelf. Mensen werden vertrappeld en dan kan je wel oh, een oh, beetje in. Uh, en er waren ook heel veel tieners blijkbaar aanwezig op uh, oh, fuck uh, fuck ja, de wedstrijd die, die zijn dan overleden. Oh, je dus je dat is wel leuk. Uh, man. Ja. Rest in peace. Uh, inderdaad, rest in peace. Um, ja, ik had gezien op uh, de Instagram van Sandy Walsh, want die is nu officiële ja, uh, international voor uh, Indonesië. Um, dus ja, maar ik vond het wel een beetje fucked op om te zien wel. En ik vind het altijd wel jammer als er mensen doodgaan tijdens voetbal. Ja, dat is een moment. Of dat tijdens een event. Ja, gewoon tijdens een mee, event. Ja, ja. Man, ja. Zou, het zou, zou een vering moeten zijn. Dat ja. Ja. zou je niet mogen. Zeker niet als er, als er politie ja. bij komt kijken. En, en... Ja, die crowdcontrol is belangrijk. Hè? De, ja, ja. Die, dat, en... zagen, dat zagen we op de Afrika Cup ook, dat er, dat er mensen vertrappot uh, ja, kunnen worden en zo. Mm -hmm. en, dat is iets helaas in de, in de minder ontwikkelde regio's uh, van de wereld, uh, zeker in de derde wereld, uh, in het organiseren van grote evenementen. Dat uh, ja. helaas geen uh, alleenstaand geval is, maar hopelijk uh, zijn de mensen zeker niet voor niks gestorven en wordt er wel iets. Ja, Invloed. Heeft dat wel een invloed op hoe dat ze alles organiseren? Ja, dat was een politieker die uh, ook had gezegd van uh, ja, politie, mensen mogen normaal ook gezien geen trangaas hebben in Indonesië. Hm. Oh, bij voetbalwedstrijden zeker. Dus ja, dat is een beetje op. Ja, ja, een, een hele haisa daar uh, ja, dus. op. Andy, de wie is Wally om uh, de gemoederen terug weer uh, op te vrolijken? Jullie uh, buzzers. Buzzers. Shit man. Shit, man. Shit man, dat is mijn buzzer. Shout naar uh, Joe man. Ah, dat is mijn buzzer. Oei, jongen. Allee, was je Latte, forte. latte. Ah, yes, yes, yes. Okay. Branding, I like that. Ik <laughs> um, ga dat terug zoals vorige week doen. Uh, ik, dat je... ik, ik heb voor niet voor gekeken. Het? Ik was niet hier vorige week. Nee, nee. Dus eigenlijk was het gewoon uh, dat ik eigenlijk eerst drie tips geef over de carrière van de spelers. En dan ga ik voort over de clubs en blablabla. Bla. Drie tips? Ja. Maar als we op het einde vragen mogen en een tip zegt altijd nee. Maar zijn er niet altijd tips? Nee, ja. Altijd op het einde. Ik, op ben, ik ben 1 meter 87. Nee, nee. Nee, maar nee. Echt zo'n tip zo vaak. Nee, nee, Dank je dat je het gaat weer op de grap. je ooit een tipje van alle speelers? Je in een P bijvoorbeeld. Ah, oké, oké, oké. Oké. Ik ben geboren in Lissabon. Ja. Nee. Ik ben ondertussen 44 jaar, een meter 73. Tip 1. Ik heb de Champions League in 2004 gewonnen. Latte? Maniche? Nou, Sterk. Sterk. Nou, doe normaal. Sterk. 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 wauw. Nee, ja, maar doe normaal, malaf. Nee, maar weet je nog? Wow. Aan de vorige keer verloren hij is op Benji. Ah, je heeft hem de les doorgestuurd. Nee hoor, man. Ah, is dat goed? Ach, wist blij. Maar hij speelt tegen ons, waarom ben je blij voor hem? <laughs> nee, is... Ik heb punten, bro. Nee, ja. maar hij is, hij is... bro. Kijk, naar City United, die had geen punten van mij. Nee, maar hij is gewoon voor mij altijd zo die eerste speler van mijn Porto die ik ook gewoon heb gevolgd. Bij Porto. Ik ging deco roepen. Ja, ik ging ook deco zeggen. Ik ging deco roepen. De postiek, en Manicci heeft ook bij Lissabon gespeeld, toch? Ah, vasie, y vas-y, ik heb <laughs> oh. ja, ja, ja. Maar zo ah, okay. dat. Zodat je de volgende twee ook juist hebt. Kom, niet? Let's go. Ondertussen ben ik 37, geboren in Napoli, 1,75 meter. Gilles, dat is voor jou. Tip één. Hoe jij? Hm? Hoe oud Nee, 38. 38, <laughs> ja. Ja, 38. <88. laughs> <laughs> 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 voor, uh, voor mijn land, uh, een nationale ploeg, de U20 en U23, ben ik kapitein geweest, een heel groot figuur. Tip 2. in de Serie A uh, in het seizoen 2011-2012 ah. heb ik de meeste goals gescoord. Van, allee, heb ik als middenvelder de meeste goals gescoord? En dat Shit was. ik ga hem ziek. Nee, is, ah, hij is, is, hij is niet in Napoli, Napoli geboren, in geboren, broer. Ah, woens. En Mcnee, knie. Laatste tip, MDR. Laatste <laughs> tip. Bij elke club verander ik mijn haarkleur en een klein beetje mijn haarstijl. Of geen popochtbaan. Fuck. Oké. Okay. Mijn jeugd heb ik bij één club gedaan en dat is Juventus. En daarbij heb ik ook mijn eerste contract getekend, in 2003. Maar eigenlijk heb ik er nooit gespeeld. Want er was te veel concurrentie, zo goed weet ik niet. Ah, ik weet wie. Ik ben uitgeleend geweest aan Avellino in hetzelfde jaar. En nadien heb ik getekend voor Genoa. Voor Genoa heb ik eigenlijk voor drie jaar getekend. Ik heb er twee jaar gespeeld, vijf wedstrijden. Maar hij werd er ook uitgeleerd aan Cata, Catanzaro. Nou, had ik had gezegd van misschien moet ik naar een lagere club gaan om hè, te upgraden en zo beter te worden. Dan ben ik gegaan naar Crotone. Ik heb er 15 wedstrijden gespeeld. Door blessure werd zelfs eventjes uitgeleerd aan Messina. En dan ben ik gewoon in de lagere regionen voor gegaan. Dus van 2006 tot 2007 heb, heb ik voor PS, Piacenza gespeeld. Piacenza. 37 wedstrijden en 6 doelpunten. En toen Hadden ze wel zoiets van ah, er is nog steeds iets in de jongen. En Juventus heeft mij teruggehaald in 2007, in 2007, sorry. Ik heb er één jaar gespeeld, 32 wedstrijden. Maar ik had zoiets van ja, ik wil ergens zijn waar ik de guy ben, waar ik de basisspeelder ben. Ik ben vertrokken, ik ben naar Palermo gegaan, heb er drie jaar gespeeld van 2008 tot 2011. 106 wedstrijden en 6 doelpunten. En nadien heb ik een mooie transfer, transfer versierd, want ik ben naar AC Milan gegaan. Ik heb voor AC Milan vijf jaar gespeeld. Ah, oh, ik ben echt slecht, dat ik dit niet weet. In die vijf jaar ben ik wel uitgeleend geweest naar, in, uh, naar Torino, Parma en West Ham. In 2016 heb ik besloten om andere woorden op te zoeken. En ben ik naar Orlando City gegaan. Dan heb ik er een jaar gespeeld. Een goed jaar, goed verdiend. En toen dacht ik zoiets van ja, ik wil terug dichter bij familie zijn. En ben ik bij... Ben naar Vinto gespeeld. Ja hey bro, wacht 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 Jij bent toch Serie A Oh Assimilah, oh fuck jou bro. Bro ik heb geen flauw idee. Broer als je met speel geeft ik direct raden. broer. Ik heb geen flauw idee, geen hey, idee kom wie die is. Ik hoop wel een keer Manchester spelers en zo. Hè? <laughs> oh. Ik heb geen flauw idee wie okay. dit is. Hè? Maar zijn, ha zijn haar, heeft haar gekleurd, maar dat is toch. Ah, Goed dan. Wat weet je Ja ik weet het niet. De laatste tips. <laughs> ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen in 2008 en hij heeft 15 caps voor Italië. Alleen die kale, alleen niet kaal, maar zo. Kalle Gij maar, ze hartelijk nee, doen. Nee, 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 ik ben gewoon de hele tijd aan Bozini in dus, want ik denk maar, het is geen van die. 6. We, please. 5. O, oh, ik schaam me. 4. Als ze niet zeker klaar zijn. Nou, je klar, Drie. Hè? Nee, weet niet wat ik mijn schaamte nee. moet Als jij blues zegt, moet je antwoorden. 1. 0. No. Klaar. 0. No. Klaar. Oké okay, boy, ik heb nog een kans op wie, wie mag je? Zeg wie was? Het, ik weet het niet. Zeg je? Zeg je? Ah, je, ik weet je maar wie denk was? je dat dat was? Ik weet het niet. Maar niemand ja, ja, gaat ja, je hem. Ik weet het niet. No Cherino. Ah, Pieter, ah, nee, ja, ja, ja. ja. je ja, We hebben hem niet uitgeleend aan WSM. Hij is van Turijn. hij is niet van Napoli, hij ja, is van Turijn. Hij is van Turijn. zoek. Je hebt een nieuwe pc. Want ik weet dat Nocerino... Nee, luister. Nocerino is van Turijn. Zoek op. Want we hebben een wedstrijd verloren. We hebben een wedstrijd verloren. Waar ligt Livorno? Is dit weer aan die vrouw? Nee, 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 nee. Het staat op Napels, Napels. Wikipedia zegt Napels. Napels. Maar Wikipedia, is hij van Wikipedia, Nee, toch? Bij Tippavo. Staal op overal op Napels, bro. En plus heeft zijn haar nooit kleur. Daarom dacht ik, hij is een saai guy. Maar Ibrahimovic heeft hem goed laten lijken. Ik herinner me hem, ik weet wie dat is. Nummer merk je, je baard. Nee, 22 heeft hij gehad. Ach, ook wel, ook wel. Het jaar dat Kaká weggieft heeft hij achterpakt. Ik dacht echt dat je dat door ging hebben bij West Ham. Wat is geleerd heeft, maar we niet kopen. Ja, ik weet dat hij naar is gegaan inderdaad. En hij heeft in Amerika gespeeld. Mooi. kijk, keer, nu los, let's go. Dat is fucked up. <laughs> schaam Ja, ik schaam me. Kapot. <laughs> ah, 23. Zie ik net. Wie? Ja, 22, 23. Ah, zijn rug niet meer. Ah, ja. Ik ken hem toch niet blijven. Nee, ja, maar bij 22. Ah, ah zie, zie, zie. Ik ken hem toch niet. Antoni. 23, 23, 23 was Ambrosini oh. altijd. Hij is voor Italië, denk Want dat was zo so de guy in de jeugd. Hij was zo. So Kindje zo. Die guy. The guy Next. Eerste ploeg, allee. Like, ja, ik vond hem hard op FIFA, man. Hij had zo heel veel stamina. Hij had één hard jaar omdat Ibrahimovic iedereen rond hem beter maakte. Allee, kom, next one. Last one. Premier League, hè? Ja. ja. Ondertussen, 40 jaar. Andy. Geboren in... Fuck you. Geboren in Mostovskoy. Wat? Mostovs. Rusland. Een meter 88. De drie tips. Eh... Uh, ik heb eigenlijk mijn jeugd niet echt in een voetbalploeg gedaan. Het was meer in, in een sportacademie, Victory Sport Sportacademie. En eigenlijk ben ik begonnen als volleybalboy, of hoe dat je die mensen kunt noemen. Tweede tip. Uh, in de kwartfinale uh, in 2008. Van wat? Uh, voetbal. Voetbal, ik, ik ah, ja. Heb ik 1-0 gescoord tegen Nederland. Waar We uh, het drieën heb gewonnen, ja? Oef, sterk man. Ah, ja. vasie, ja, wat voor? We moeten stoppen met die tips, man. We oh. nee, moeten stoppen met maar voor. Nee, kent iedereen. Nee, we moeten met die tips, man. Broer, is dat juist? Nee, nee. maar je kent iedereen. Andy, ik, ah, vind... voor, ik weet dat ik weet iedereen. Nee, ik... oh, broer, rustig, ontspan, oh. broer. Ja, maar ja, maar, <laughs> ik geef mijn put niet weg, rustig. Je hebt gewoon, Andy. ik kan gewoon paard. Opbouw de kritiek. Ik hou kort niet met tips. Nee, ik vind de tips goed. Dus je verliest de meeste tips niet. ik vond het goed, man. Nee, ik vind het goed, maar doe tips op.

doe eerst de huh? carrière en doe dan de tips. Like it, like it. nee tips, Je moet sneller. nee zijn. nee doe tips daarna man. Ik ik moet mij maakt dat niet uit, dat maakt mij gewoon uit. hij weet, hij, hij kent iedereen, dat stoort jullie niet. <lacht> <lacht> hoe, komt jij, hoe komt dat jij, dat jij dat niet weet? ik weet niet hoe het komt. Ik, nou, ik ben echt van mijn melk melkjeslager. <laughs> <laughs> zeg ze, ze dat zo, ja. Hè? nee. <laughs> <laughs> je van de <Nee>, nee. <laughs> <Nee, lacht> melk. Nee, nee. Ah, ah, van, van mijn melk. melk ja. van, 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 mijn van mijn melk. van mijn melk. geslagen was niet nodig. <laughs> wauw. we houden op een consensus. mijn Instagram post. heb er nog niet ontmoeten? Wie? Toket, Bernardino, Toket. Toket, Toket. Ik ken Harry. Nee, 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 ik heb hem niet gezien. Nee, no, ik ken hem. Bel hem? Bel hem. Je hebt natuurlijk dat mijn gezin plat is. Toket, je belader hebt. Ah, ik ken zijn nummer van buiten. Nee, 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 nee. Zijn nummer staat die jouw gezin. Nee, maar ik weet niet of hij zijn nummer heeft. Geef hem hem broer. Ja, dat is een Doe, broer, doe. Kijk, nee, Geef hem Oh. We gaan weer met de show. De show is de show. Ja, dan gaan we de hele show nog wachten van mij is kan iemand de score opzoeken de ads? Uh, de 1 2-1... team uh. oh. dat is de eerste punt voor Lis aan Antwerpen en dat tegen Didier omdat ze Magic Exhibit nog moet je gaan kijken Wil je nog iets zeggen over mijn knie of niet hm? na, na denk je. Obby is zei dat je moest opstaan <laughs> nee serieus ja. nee Obby is heel liefjes nee, Obby is heel liefjes ik zeg dat ik weet niet wat Obby is heel liefjes Zeg jij iemand laden nee maar Nee nee nee, ga niet bellen. Yeah, yeah. Andy en Brian zijn twee handen op één knie. <laughs> nee man, hij is dom man. <laughs> hij is echt dom. Mijn favoriete coach van genk aller tijden was Been. Mario Been. Hij ja. blijft <laughs> <laughs> ah, ja, ja, ja. Dat ik je zo voorzien. Hè? Huh? Wat? Wat zoekt hij nog? Nee, ik weet niet. Laat, laat. Piet deze man. Bon, sorry. Sluit af alsjeblieft. Dit was het namens voetbal. Wow, wacht. By the way, we oh, gaan what? af en toe live gaan op uh, Koka Sport.

ja, Andy speelt op Nintendo 64. <laughs> Hij is oh, 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 zo hard dat Nintendo oh, oh, oh. 62 oh. Nee, dus we spelen profclubs. Uh, als je een profclub hebt, dan mocht je ons zeker uitdagen van jullie sowieso klappen. Ik dan heb gehoord heb... dat Brand shit is. Nee, is niet warm. man. Nee, is niet warm. man. Um, oh, oh, check oh, ook. Hij oh, oh, oh. ah, mag lachen, <laughs> ik weet dat ik. Ah, bro, ik speel ah, elk speel... ah, broer-kampioen. Um, check ook Glory United. Check ook mijn YouTube-channel. Dit was de voetbalschool van, van Kouka Sport. Ik was hier vandaag met Andy Kisema. Met Jill die morgen aanwezig is op. Of gisteren? Nee, oké, okay, blijkbaar niet. En uh, we waren hier vandaag met Wassim Habibi. Stuur hem niet via Vintent, dat is een beetje raar. Ik was je host, Brian Zwaarsewaarthee. En tot de volgende keer. I use.